We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Wij kregen per ongeluk inzage in de correspondentie tussen een aanvrager en een lezing met meneer Gommers. Nou, Diederik is beschikbaar, kost 7.500 euro. Maar nu komt-ie. Dat wordt dan allemaal gedaan vanuit de kamer van het Erasmus Universiteit. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van The Gigs. We hebben een zaterdag, we hebben een zondag, we hebben een maandag, we hebben een dinsdag, we hebben een woensdag en we hebben een donderdag. Maar er is maar één vrijdag en dat is de vrijdag van The Gigs. Het in tweetje met Yves, met Erik de Vlieger. Ik ga hem nu bellen. Muito bom dia, senhor Gairat. Molto bom dia, senhor de Vlieger. Uma grande salva de palmas per nos grande amigo Thomas Acta. Ah, querido amigo. Estou muito honrado com a música de Thomas Acta. Ah. Voor de luisteraars. Jij wil een groot applaus geven aan Thomas Acta. En ik zei, ik ben ongelooflijk vereerd dat Thomas Acta, waar ik een grootheid vind, zowel als acteur als muziekmaker, dat hij voor ons een liedje heeft gecomponeerd. Ik vind het geweldig, Yves. Ja, en wat zo leuk is, ik weet niet of het een interessant detail is, maar ik zat gisteravond, voordat ik naar Op1 ging, even lekker in bad. En toen belde Thomas mij op en hij zegt, zo blij dat jullie zo blij zijn met dit lied. Ik heb het gemaakt samen met mijn zoon. Zijn nichtje heeft de eindtune gemaakt. En die eindtune is leuk. Ja, gewoon die trots van Thomas. Dus ja, wij zijn blij met hem. En voor de luisteraar die het nog niet heeft gezien, hè, Klem, de serie Klem. Wauw. Ja. Die moet je echt... wacht even, ik krijg weer... Ik had hem op de stilstand gezet. Wat? Ja, weet je, zo'n maanstand dat ik niet de hele tijd word gestoord. Moet ik eventjes aanzetten. Ja, wat raar. Oh, die heb ik niet aan. Ja, ik wel, nou ja. Hey, maar goed, Erik. Maar Yves, gaan we het liedje even laten horen aan de luisteraar? Ja. Even instarten, dat weet de luisteraar. Weet de luisteraar ook waar we het over hebben. Riem me vast? Ja, riem me vast. Zet hem in, Yves. Daar gaan we! Ik moet soms wat kwijt, wat ik vind ervan. Dit tekens en jeuk, die koester ik maar dan. Feiten zijn feiten, zijn feiten, je mening. Feiten zijn feiten, je mening. Duidelijk en luid, riemen vast vooruit. Onze mening. Duidelijk en luid, riemen vast vooruit. Ik moet soms wat kwijt, mijn mening. Meer dan 80 jaar ervaring. Heerlijk, hè, Erik? 80 jaar ervaring. Tamara vroeg aan mij, 80 jaar ervaring. Ik zeg ja, Erik en ik samen, met z'n tweetjes. Ja, in zaken. Ja. Dat klopt, want hoe oud ben jij? Ja. 61 man, hou je beter. Ja, precies. Ja. Dus ja, ik schat dan dat jij op je 20ste bent begonnen en ik ongeveer op mijn 16e, dus dat klopt. Ja. Dan weten de luisteraars ongeveer hoe oud we zijn. Ja, ik ga even een Unox knakworstje pakken, Yves. Oh, lekker, Erik. Ja, Unox. Ja, ik koop graag Unox. Nu wordt het koud, mensen gaan schaatsen. Ja. Dus Unox, hè. Hey, Yves, oude pik. Ja. Ik zie je de hele week overal verschijnen. Woensdag zat je bij Kai Gorgels in de podcast. Mm. Kai Gorgels is echt een grote gast. Mm. Zeker op Instagram. Ja. En gisteren zat je aan tafel bij Op1. Ja. En dan straalde je een boel rust uit. Hoe was dat? Ja, en het kwam eigenlijk... Ik had Bert Huisjes, dat is de baas van WNL. Die heb ik woensdag geïnterviewd voor de podcast van komende maandag. Hij is de uitblinker van de week. En dat was best wel een pittig gesprek. En ja, ik sprak hem aan op het ondernemersgeluid. Ik zeg, ja, dat is het geluid wat ik mis op tv. Dat is het geluid wat ik mis eigenlijk bij WNL. Ik mis ook de positieve toon. We worden bijna overkild met besmettingscijfers. Nou ja, et cetera, et cetera. En toen zeiden, ja, je moet eens komen. Ik zeg, nou prima. En toen stuurde hij me een appie.
Hij vroeg sowieso of jij in Portugal was. Hij had je er graag bij willen hebben. Ik had natuurlijk ook liever samen met jou daar aan tafel gezeten. Toen zei hij, ja, ik wil de vrije jongens aan tafel. Maar ja, jij weet ook hoe tv maken gaat. Er komen 9 ja. tot 10 mensen. Die moeten wereldvraagstukken in een paar minuten oplossen. Ja. Dus allemaal soundbites is het allemaal. Hè? Allemaal soundbites. Het is wel jammer dat niemand echt lang de dingen kan uitleggen. Ja, nee, dus dat is nou eenmaal hoe tv werkt. Hè? Want ik voel dan ook een soort honger op Twitter. Dat we voor de kill moeten gaan. En dat we tekeer moeten gaan. En ik zou vertellen, Erik. Ik reed weg. Ik heb maar 4 uur geslapen, hè, Erik. 4 uur. Nou, 4 uur? Nou, maar Yves. Ja. Daar hadden die ministers, die werken ook zo hard. Heb jij maar 4 uur geslapen? Nou, dan houden we het kort, hoor. Ja, dan houden we het kort. Nee, maar ik reed om 1:15 daar weg. Ik moet je zeggen, ik vind zelf altijd het leukste onderdeel van zo'n bezoekje is de voor, dat je even met elkaar zit te praten en daarna. Nou, ja, ik ook. Ik stond heel, heel druk op de weg, want ik was om kwart over negen. En ik was verbaasd hoe druk het eigenlijk was. Dus de avondklok. Mm-hmm. Nou, dat is een aparte interpretatie. Maar ja, toen zat ik daar. Was er zoveel verkeer na 9 uur? Niet normaal. Ja, oké. Okay. En om 1:15 was het ook nog druk. Toen knalde nog een ambulance langs me heen. Toen dacht ik, oh, dat zal wel corona zijn. Nee, maar dus je komt aan. En wat gebeurde er toen? Nou, dus ik zat daar natuurlijk. En, ja, is de Westergasfabriek, hè? Ja, Westergasfabriek, waar ook vroeger natuurlijk Paul en Witteman en Jine wordt er allemaal georganiseerd. Ja. Ja, en dan komt Peridon, die zat er al. Dan komt de Weerman, kwam binnen wandelen. Toen kwam die CEO van Pfizer, was er. Die dame van de NOS, Marleen. Nou, twee chefs, Erik. Ja, die is echt goed. Die is ook leuk trouwens. Ja, toen dacht ik ga me gewoon beperken tot één onderwerp. Want weet je, op het moment dat je echt daar zoveel verschillende standpunten op tafel gaat gooien. Ja, dat moet je niet doen. Dus ik heb heel erg de focus gelegd op familiebedrijven. Dat vind ik de grondstof. Dat vind ik de grondstof van onze economie. Daar moeten we de focus op leggen. Verdienmodellen creëren. En Erik, wat me opviel is dat Jort, die wou heel erg graag. Ja, je moet bam, bam. En denk ik, ja joh, doe even rustig joh. Waarom? Ik ben niet de afdeling bam. Als jij vindt dat heel Nederlandse salaris moet inleveren, dan moet jij dat zeggen. Dat is niet aan mij. Ja, dan moeten ze mij maar voor inhuren voor dat soort dingen. Dat weet je. Ja, nee, dan mocht ik er ook niet meer komen. Hoe vond je Peridon? Ja, kijk Yves, kijk even kort. Ik vind wij en jij gisteren, dat wij de familiebedrijven, de grondstoffen noemen van de economie. Daar heb je volledig gelijk in. We moeten natuurlijk heel veel belastingcentjes naar binnen ezelen. En wij merken, en jij helemaal in Nederland, want jij bezoekt familiebedrijven, jij belt mensen op, zijn klanten van je, dat hun motivatie een beetje aan het weglopen is om voor in de toekomst uit te gaan breiden, te investeren, zeg maar ambitie te hebben. Ja, dat is het probleem. Mensen denken van, hoe gaat het eruit zien? Ik probeer alleen maar te overleven. En wij merken dat dat ambitieniveau terugloopt. Nou, daar zat je voorbij op één om dat duidelijk te maken. Dat heb je goed gedaan. Mr. Peridon, prima gast, weet je. Dat is een eerlijke kerel, dat is een echte ondernemer. Daar kan je ook nog een beetje mee lachen. Maar die zat naast je alsof hij er een wedstrijd van wilde maken. En ik vond dat Michel jou echt op een verkeerde manier interrupteerde. En nou, dan ben jij toch niet van slag te krijgen, want je blijft altijd rustig. En je hebt een hele mooie balans had je gevonden om de dingen uit te leggen in een hele korte periode. Maar Michel verstoorde jouw verhaal als zijnde een wedstrijd. En dat stoorde mij weer enorm eigenlijk. Ja, nee, maar ik had het idee dat het een beetje zag als Dragon's Den. Hè? Dus dat een soort wedstrijd. Maar dat was wedstrijd, het. Ja. En het was natuurlijk ook, ze hadden, kijk, dan komen ze met allemaal van die leaders en om 8 uur. Wij gaan uit, zetten ze ons met z'n tweeën. En wij gaan uitleggen hoe de economie moet worden opgelost. Ja. En de ondernemers moeten het regelen. Nee, ja, en je kan het niet in 2 minuten uitleggen. Nee, natuurlijk niet. Maar waar het om gaat, en dat is denk ik wel de kern van het verhaal. Ze moeten niet over ons praten, ze moeten met ons praten. Er moet absoluut naast het OMT gewoon een heel actief ondernemerssturingssysteem komen. Ik noem dat het doorbraakteam. Grote vraagstukken op tafel leggen. En het gewoon gaan regelen, Erik. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat. En niet de hele tijd uitleggen, maar een visie ontwikkelen. We moeten de focus leggen op de familiebedrijven. En niet op Shell, Unilever, Booking.com of Pfizer. Daar wil ik het ook even met je over hebben.
Ja, de prijzen gaan we het zo over hebben. Maar kijk, wat ik wil ook graag weten wat je met die man besproken. Want we hebben weinig tijd vanochtend gehad om iets te bespreken. Maar kijk, weet je, wat jouw punt ook... waar we de dag ervoor over gesproken hebben gisteren... is dat al die teams die en in praatprogramma's en in overleg... teams praten, dat zijn of journalisten met politici en wetenschappers. En dan komt er af en toe een gastie van een multinational aanschrijven. Nou, multinationals hebben we in principe nu niks aan. De voedsel, de Unilever doet het aardig. Shell betaalt toch geen belasting in Nederland. Google, die stuurt al zijn geld naar de Bermuda. Daar gaan we ook zo over hebben. Maar er zit nooit iemand van de familiebedrijven die de echte pijn voelen, weet je? Ja, ja, we hebben de horeca die zich wel een beetje naar voren stapt. En ja, ik vond dat jij die positie daar wilde pakken van de woordvoerder eigenlijk van een familiebedrijf. En ja, dat moeten we goed uitleggen, ook aan de luisteraars. Familiebedrijven, dat zijn mensen met een heel hoog ambitieniveau. Die willen groeien, die werken ook voor hun kinderen. Daar heb ik verleden week wat over gezegd. En die moeten dus, als dat coronavirus... voor een groot gedeelte onder de duim wordt gehouden... die moeten ervoor gaan zorgen dat we naar voren stappen... meer zaken gaan doen, meer investeringen. Gewoon het ambitieniveau. En dat ebt helemaal weg. Ja. Nee. Pfizer. De man van Pfizer. Ja. Dus... Je wilde hem een beetje... Je zat achter hem, zag ik. Ja, ja. Dat was jammer. Dat vond ik jammer, want ik zou oorspronkelijk... had ik begrepen dat hij gewoon met mij aan tafel zou zitten. Ik had natuurlijk de hoofdvraag had ik voor me. Van, goh, ja, 15 miljard extra omzet met Pfizer. Waar valt de winstbelasting? Ja, in welk land? Ja, had ik hem, ja, had ik hem, ja, heel graag willen vragen. Maar voor de uitzending, toen zeg ik, leg mij nou eens uit... He, dus de mooiste gesprekken vinden altijd plaats, helaas, voor de uitzending en na de uitzending. Mm-hmm. Ik zeg, leg mij nou eens uit dat hele principe van dat vaccin. Want ik snap het gewoon niet. Er zijn 6 vaccins. Leg mij dat uit. Nou, ik kreeg een soort verhaal, joh, werkelijk waar. Het is bijna niet te volgen. Maar toen zeg ik tegen hem, waarom zijn jullie zo angstig om jullie patent te licenseren, om het uit te geven? En wat hij toen deed... Dat vond ik een vrij asociale schijnbeweging. Erik van Loo, die zat er ook, die chef-kok. Ja, hij zegt, je moet het vergelijken met het vrijgeven van een recept van een chef-kok. Ik zeg, sorry hoor. Ik zeg, Leven en dood. Exact. Leven en dood. Ik zeg, dit gaat over leven en dood. Ik bedoel, de chef maakt gewoon eten. En ja, soms geven die dat ook vrij. Ja, en weet je, en daarna, na de uitzending, wat vond hij het gezellig? En een wijn en dit en dat. En wat ik zie, is een man die geniet van zijn nieuwe gecreëerde status. En eigenlijk, Erik, over de rug van het volk. Ik vind echt, hè, de EU, die zet nu de druk op te voeren dat ze die patenten moeten vrijgeven. Ze moeten de patenten vrijgeven. Wat is dit voor een onzin? En weet je wat zijn argument is? Ik zeg, waarom doe je het dan niet? Ja, het is zo moeilijk om het te produceren. Ik zeg, maar hoe moeilijk is het dan? Ja, helemaal niet moeilijk. En dan is het stil. Nee, het is een hongerige vorm van kapitalisme... waar ik behoorlijk misselijk van word. En de man geniet van zijn status. Ik gun hem elke status, maar nu even niet, Erik. Dit gaat over leven en dood. Zij moeten meehelpen. En toen vroeg ik hem ook, want ik zat achter hem. Ik zeg, ja, maar wacht eventjes. 20 miljoen vaccins komen eraan. Het schijnt dat 4 miljoen mensen moeten worden geïnjecteerd. En dan hebben alle moeilijke groepen hebben we eigenlijk beschermd. Nee, maar een derde prik. Die zit gewoon handel daar te verkopen. Maar ik hoop dat de mensen dat zien, Erik. Ik hoop dat de mensen dat zien. Nou, ik denk dat de meeste mensen het wel zien, Yves. Maar ik vind het een beetje verontrustend. Ja. Dat hij zei... daar moet ik even over nadenken. Die is nieuw voor mij. Dat hij zei, je moet het vergelijken met een kok die zijn recept niet kwijt. Heeft hij letterlijk gezegd. Dat vind ik toch wel een beetje behoorlijk de weg kwijt is. Ja, dat vind ik ook. En ik heb erover nagedacht, zou ik dit nou wel of niet zeggen? Snap je? Want je zit daar dan zo met elkaar te praten. Ja. Denk ik, ik ga dit gewoon zeggen. Ik wil dit gewoon met jou bespreken. En dat is ook het fijne van de podcast, weet je? Ja, maar weet je dat dit een krantenkop kan zijn? Dit is een krantenkop. Ja. Pfizer-baas, dubbele punt. We geven het recept niet weg, want het is net als een kok die zijn recept niet kwijt wil geven. Ja. Ik ben er een beetje stil van, Yves. Feiten. Hey,
die EU, hè, waar, die zouden we ook nog over praten, maar dat schuif ik even naar voren als het mag. Ja. Ik zat vanochtend, ik was heel vroeg op, ik zat nog wat research te doen. En omdat het, dat is zo'n zootje bij die EU, ja, dat is zo'n ongelooflijk zootje. En er was vanochtend een bericht van Reuters, Amerikaanse Reuters. En ja, dat kwam er eigenlijk op neer dat ze de afdeling daar die dat allemaal doet over die vaccins, die zijn desperate. Dat woord werd gebruikt. Ja? Mm. Het falen van de inkoop door Ursula von Leyen, dat zeiden ze bij Reuters. Hè? Ze hebben miljarden al uitgegeven, maar het allermooiste is, en dat viel mij zo op het artikel van Reuters, ze hebben heel slecht geregistreerd waar de vaccins naartoe zijn gegaan. Met andere woorden, ze weten niet precies de aantallen die naar welke landen zijn gegaan. Nou Yves, let nou eens op. Mijn familiebedrijf, wat ik samen met mijn lieve broer heb. En mijn lieve broer die dat familiebedrijf runt met de industriële naaimachines. Stel je nou eens voor dat ik morgen binnenkom en zeg, waar zijn die machines naartoe gegaan? Hij zegt, ja, dat weet ik niet. Ja, maar dat weet ik niet. Die oelewappers, die ondeskundigen, 55.000 werknemers. In Brussel, Luxemburg en Straatsburg. 55.000 kosten. 7,6 miljard per jaar. Dat is ongeveer 150.000 euro per hoofd wat het kost. Ja, dan heb ik het over salarissen en pensioenen. En ze weten, en ze hebben niet goed geregistreerd waar de vaccins naartoe zijn gegaan. Ja. Yves, wat ik al zei, we worden bestuurd door imbecielen. Ja, nee, ja, ik weet niet eens of het imbecielen zijn, maar het zijn in ieder geval ja, mensen. Ja, ze zijn imbecielen. Ze staan in ieder geval heel ver weg van de werkelijkheid. Maar nog even om het op één hoofdstuk af te sluiten. Ik vond, ik kende haar niet. Hoe heet ze? Wij moet wel. Ik vergeet elke keer haar naam. Ik zal even kijken, want ik heb haar vroeger met een complimentje gegeven. Ja. Komt eraan, ga door. Dat is een fijn iemand. Dat is echt. Die vind ik. Die is oprecht geïnteresseerd. Die heeft een positieve inslag. Ze kan moeilijke vragen stellen. Maar die staat gewoon wel op een goede manier in de wedstrijd. En het valt mij op dat Jort. Weet je, Marleen de Rooij bedoel je? Marleen de Rooij. Nee, Marleen de Rooij is die dame van de NOS. Die spreekt elke week met Rutte. Oh ja. Oh ja. Die was ook heel nieuwsgierig naar de relatie van Rutte. Wij weten dat. Wij weten dat. Ja. Nee, maar die gaan we niet brengen. Die Maar ik heb nog een bevestiging gekregen ook van diezelfde snuit. Ik zeg, is het echt waar? Zeg, ja. Want hij vond het wel leuk dat ik het niet bracht. Goed, ga door, sorry. Ja. Nee, maar zij. Dat vond ik een hele leuk. En ook die van de NOS, die trouwens ook al die nieuwtjes van ons volgt. En we komen straks weer met een paar hele leuke nieuwtjes. Maar het is waar de behoefte ook aan is, en dat is het brein. Weet je, en dat is, daarom vind ik jouw pleidooi goed. We staan 's ochtends op, we moeten bedrijven leiden. We moeten niet in die overlevingsmodus, we moeten gewoon in de ambitiemodus. En we moeten wat meer servicegericht. Hè? Voordat ik hier naar de studio liep, belde Won Jip me nog even. Die had ook zitten kijken gisteren. Ja, die had ook daar aan tafel moeten zitten. Die leidt ook bedrijven die gebaseerd zijn op dienstverlening, op positiviteit, op gastheerschap, op loyaliteit. Het lijkt me of het daar helemaal niet meer over gaat, over kwaliteit. Ja, nee, over als je de Belastingdienst belt, ik blijf het zeggen, ik wil een kerstkaart eind van het jaar. Dank u wel. Ja, die wil ik echt. Erik, ik wil een kerstkaart. Dank u wel. Ja, goed gedaan, meneer Gerard. Goed gedaan, meneer De Vlieger. En niet in een blauwe envelop. Nee, precies. In een mooie. Hey, ik zeg het je ook. Ik heb het in een van de vorige podcasts uitgelegd. Toen de COVID kwam, toen ben ik natuurlijk geschrokken. En ben ik mijn bedrijf gaan beschermen. Maar binnen een paar weken dacht ik ook van, hé, wat gaat er tijdens COVID gebeuren? Hoe kan ik daar als zakenman beter van worden? Ambitie. Ja. En aan het einde van de rit, waar wil ik dan staan? En heb ik nog wel zin om aan te gaan vallen, mijn bedrijf te vergroten, meer winst te maken, dingen mooier te maken? Dat is een familiebedrijf. Kijk, een multinational heeft werknemers en die kijken naar een salaris en een bonus. Prima, moeten ze allemaal zelf weten. Maar jongens zoals jij en ik en talloze familiebedrijven die de echte motor zijn van de economie, die denken zoals jij en ik. Ja. Snap je? Nee, maar het is ook, en laten we ook invloed uitoefenen waar we invloed op uit kunnen oefenen. We hebben het de hele tijd over de hele wereld, maar volgens mij zijn wij gewoon een klein landje met 17 miljoen mensen. Laten we nou zorgen dat we het hier op orde hebben. Al dat gedoe en al die discussies over China en Zweden en Mongolië en Rusland en Amerika.
Laten we het hier nou gewoon op orde brengen. Laten zien dat we wel degelijk bij de beste jongetjes van de klas horen. Erik, we hebben een brief geschreven aan Mark Rutte. Die gaan wij volgende week publiceren. Ja. En ja, daar staat onze uitnodiging voor onze minister-president in. Oké. Ja. De persconferentie. En we zeggen niet waar hij een relatie heeft in die brief. Nee. Want het gaat ons niks aan. Helemaal niks. De persconferentie. Ja, toch even kort. Wat heb je gezien? Ja, nou ja. Ja, natuurlijk heb ik het gezien, Yves. Kijk, daar wil ik wat op zeggen. Ik heb twee zinnen uit... Ik heb notities gemaakt, maar twee zinnen. Wat Hugo de Jong zei, hè, wat Rutte, wat hij zegt, dat is, die is Teflon. Die pak je toch nergens op. En Hugo zei, we moeten de weg terugvinden naar een zo normaal mogelijk leven. Ja, ja, een normaal mogelijk, weet je. Dat vind ik eigenlijk een soort van tekst van, nou, het wordt nooit zo meer, het wordt niet zo meer als vroeger. Hè? Dus we moeten wel een beetje allemaal oppassen. En Hugo zei, en Hugo is natuurlijk de prutser van de bovenste plank in alle facetten, die kan niks, en daar ga ik zo wat over zeggen, maar hij zei, we doen alles wat in ons vermogen ligt, maar hij heeft geen vermogen. En toen gebeurde er iets raars. Ja? Na die persconferentie heb ik en op één, en bij Jinek werd Hugo de Jonge opeens, kwam uit de lucht gevallen bij die praatprogramma's, werd Hugo de Jonge beschermd. Een tekst van Tom Jan Meeuws van de NRC. Ach, zei hij, al die kritiek, het is ook een beetje democratie. Een beetje democratie. En Oskar Axel, onze knuffelturk, ja, die zei het volgende over Hugo de Jonge. Hij heeft een baan waar hij niet voor heeft gestudeerd. Dus hij kan er ook niks aan doen. Nee, sukkel. Nee, sukkel, Özkan. Daarom moet hij er niet zitten, omdat hij er niet voor gestudeerd heeft. Hij heeft geen verstand van logistiek. Flapdrol. En toen kwam Sander van der Wulp, onze NOS, knapste NOS-reporter die we hebben, mannelijke versie dan. En daar heb ik hem op aangevallen op Twitter. Ja, of niet, ik heb een tweet over hem gegeven. En toen kwam hij terug om te pareren. En die zei, Sander van der Wulp ergert zich af en toe aan de felheid richting Hugo de Jonge. Dat een NOS-journalist dit zegt, is ongelooflijk. En als klap op de vuurpijl, dan sluit ik af, kwam Gert-Jan Segers. Met zijn zalvende woorden en zijn statuur alsof hij een lantaarnpaal heeft ingeslikt. En zei, ja, het is de jongen gewoon overkomen. Maar ze werken zo hard. Ja. Yves, ja. Afgesproken werk. Ja. En in het debat over die datalekken werd hij ook niet echt, ja, door Wilders wel, maar werd niet echt aangepakt. Hugo de Jonge wordt door zijn hij is zo incapabel. En opeens wordt hij van ene op de andere dag, en dan gaan ze allemaal die neus in dezelfde richting, gaan ze hem allemaal helpen. Wat is dit? Nou, dat is heel simpel, want als je het debat van gisteren hebt gezien, daar ging Rutte even zo de hele ministersploeg opeens opnoemen en bedanken en prijzen en hoe geweldig ze allemaal niet zijn. En nu komt de verkiezingen, Erik. Ja, dat heeft Jaapie van Dissel gezegd. Ja, hij roept gewoon letterlijk dat die derde golf, ja, dat gaat ongeveer tot 15 maart, 17 maart duren. Nou. Nou. En het schijnt dus dat die Rutte, die is een enorme fan van Dissel. Dat wist ik niet, maar dat schijnt dus gewoon. Hij vindt het een geweldige man. Ik heb ook een leuke voicemail, hè, straks voor Jaapie. We hebben nog steeds onze onvermijdelijke vragen, waar we nog steeds geen antwoord op hebben gekregen. Nee. Die gaan we lekker vandaag afspelen. Ja. Zal ik hem nu gewoon gelijk even afspelen? Dat jij Jaap van Dissel gebeld hebt? Met een voor hem op maat gemaakte voicemail. We gaan er even naar luisteren. Beste Jaap, geachte heer Van Dissel. Dit is een speciale voicemail van Yves Geirat. Voor u. Ook namens Erik de Vlieger. Namens onze podcast The Gigs. En ook namens al onze luisteraars. Voor ons bent u op dit moment de grote niet benoemde leider van Nederland. We volgen allemaal de richtlijnen van het RIVM. En we hopen allemaal dat er goede keuzes worden gemaakt. En waar we vooral op hopen is een objectieve bril. Over deze objectieve bril. Op 13 november van vorig jaar bespraken we in onze podcast een hardnekkig gerucht. Is het waar dat u in het voorjaar van 2020 6 miljoen euro van uw vermogensrekening heeft laten allokeren aan een andere rekening? Dat vinden wij een fors bedrag,
en we zijn nieuwsgierig naar de herkomst van dit bedrag. Ik neem aan dat u dat begrijpt. En we zijn ook nieuwsgierig naar de plotselinge allocatie. We hebben daar heel veel mails aan gewijd, telefoontjes en zelfs een aangetekende brief. Geen reactie. Mogen wij u nog één keer vragen alsjeblieft te reageren? Het zwijgen baart ons zorgen. Dank voor uw vriendelijke medewerking. Yves Geirat en Erik de Vlieger. Ja, dus ik ben benieuwd of hij eens een keertje antwoord gaat geven over onze 6 miljoen euro vraag. We hebben hem nog steeds niet beantwoord gekregen. Maar jij... ik heb nog de Universiteit van Leiden een mailtje gegeven maandag. Ja. Heel lief. Ja. Graag de meneer Van Dissel, we zouden het zo prijs stellen als u antwoord geeft. Het staat zo slecht dat er een gerucht ontstaat dat u 6 miljoen euro geallockeerd heeft bij een andere vermogensbeheerder. Op een beetje spannende datum. Met vriendelijke groeten, Erik de Vlieger, Yves Geirat. Ja, nou, we wachten het af. We hebben alle geduld, toch? We hebben geduld. Nee, 6 miljoen is wel veel geld, Yves. Ja, dat is ook waar. 12 miljoen, hè, bruto. 12 miljoen bruto. Hey, maar Erik, ik ben het eens met je analyse van de persconferentie. En tweede, ik vond ze een beetje moe. Het leek wel of ze verslagen waren. Ik vond ze een beetje depressief. Dan denk ik, jongen, laten we nou eerlijk zijn. Hè? In maart en zo, of in mei, waren we heel positief. Toen zag het er al geweldig. Maar volgens mij is er juist nu reden om positief te zijn. Want we weten wat het probleem is. De logistiek hebben we nog niet op orde. Nou, daar hebben we al 100 discussies over gehad. Maar volgens mij kunnen we gewoon, over een paar maanden kan het gewoon weer gaan gebeuren. Maar ik vond toch die opmerking, ik stelde die man die vraag. Ik zeg, nou, als ik het goed begrijp, ik krijg 20 miljoen doses. Dan kunnen we toch gewoon in mei of zo open? Nee, derde vaccin. Het is gewoon handel, Erik. Maar de mensen hebben het door. Het leeft wel degelijk onder de mensen. Kai die vertelde ook tegen mij, we moeten burgerlijke ongehoorzaamheid, had hij het over. Ik zeg, nou, ik weet niet of dat verstandig is. Maar er gaat een grote dag van de mensen komen. Op een positieve manier. Misschien fietsend door Nederland. Dus ja. Ja, kijk, ga door, sorry Yves. Ja, nee, maar ik had het met hem erover. Ik zeg, joh, ik zou het best wel in Amsterdam willen gaan organiseren. En dan vertrekken we gewoon bij de RAI. En dan gaan we allemaal op de fiets. We laten zien wie we zijn. We laten gewoon horen dat we leven. We leven. We zijn er nog. Ja, en dat is uiteindelijk het volk, weet je, dat we gewoon eerlijk zijn. Maar we moeten wel even... Kijk, wat wil je afdwingen? Wij willen afdwingen dat familiebedrijf aan tafel komt. Dat is het. Ja, dat willen we afdwingen. Ja, ja. En we kunnen, kijk, kun je allemaal wel in de rij gaan staan. Maar we kunnen ook volgens mij een kwartaal geen BTW meer betalen. Ja, nee, maar dat is het gevaar wat ze lopen. Hè? En dat, Ja, zo van jongens, dat gaan we eens eventjes doen. Ja, kijk, ik krijg op Twitter natuurlijk allemaal mensen die zeggen... Ja, we moeten naar het Binnenhof marcheren. Ja, Binnenhof marcheren. Ja, het heeft allemaal geen zin. En er is iemand anoniem die dat tegen mij zegt. Ik zeg, man, je durft je eigen naam niet te geven. Denk je dat je meeloopt? Ja, ga lekker spelen, maar dat heeft allemaal geen zin. Kijk, als je hebt het over belastingen. Ik heb hier van onze huiskrant het Financieel Dagblad, hè? Voorpagina. Ja, van vandaag. Vertrouwenscrisis bij... Maar het is wel interessant dit. Vertrouwenscrisis bij fiscus door aanpak toeslagenaffaire. En dan is er intern appverkeer. En daar staat letterlijk in die apps... Ik voel mezelf als ambtenaar door de politiek gediscrimineerd. Op het intranet. Ik denk, hoeveel messen krijgen wij nog in de rug gestoken? Hoe ver worden we nog afgebrand door de politiek? Erik, wij hebben toen dat gezeik gehad, hè, met de Belastingdienst. Maar ik had het ook wel eens met die mensen erover. Dus ik zeg, wat is dat toch allemaal, dat ingewikkelde systeem? Kan het niet een onsje minder? Volgens mij kunnen jullie gewoon op dezelfde manier succes hebben... als je de helft van de mensen hebt en misschien zelfs 80% minder regels. Ja, u zegt het, zeiden ze tegen mij. Ik zeg, ja, maar waarom doen jullie dat dan niet? Ja, dat is politiek. En dat is de kern van het verhaal. Als je echt het probleem wil oplossen... moet je gewoon 70% van de mensen naar huis sturen... en 90% van de regels gewoon afschaffen. Gewoon een normaal systeem wat iedereen begrijpt. Dat is de kern. Ja. Serviceorganisatie, Erik. Het moet ik wil die kerstkaart. Nog een keer. Alle mensen hebben recht op een kerstkaart. Misschien zelfs een zomerkaart. Ja. Nou ja. Oké, okay, Erik. Alles is maar online, ja. De tweet van de week. Ah ja, de tweet van de week. En daar zit nog een staartje aan. Ik heb dat even goed bestudeerd. De tweet van de week is voor mij de tweet van Henk Krol. De tweet van de week. En die schreef het volgende. Nu, in deze crisis, is het geen juist moment om de Tweede Kamer... bijna anderhalve maand lang met vakantie te laten gaan.
omdat veel partijen op verkiezingscampagne willen. En dan hashtag stop reces. Kijk, wij werden erdoor gealarmeerd. Wij dachten van, momentje. Dit land zit in de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En gaan die Kamerleden nou met z'n allen 6 weken op vakantie? Reces. Nou, ze gaan op reces. En toen Henk Krol dat uitsprak, heeft mevrouw Ariep, de Kamervoorzitter, heeft Henk Krol wel meedogenloos aangepakt. Want zij zei, beste meneer Krol, ik wil even iets rechtzetten, maar de Kamer gaat helemaal niet op vakantie. De debatten gaan gewoon door. Zij het in afgeslankte vorm. En de Kamerleden die moeten ook voor de verkiezingen ook dat soort werk verrichten. Dus Henk Krol heeft half gelijk. Ja? Laten we dan eens over de ene helft dat de mensen nu echt op reces gaan. Dus jij weet net zo goed als ik, die gaan heus niet thuis vakantie de verkiezingen gaan campagne voeren. Die gaan natuurlijk ook thuis zitten. Die hebben ook kinderen die in een voorjaarsvakantie terechtkomen. Dus wat Henk Krol zei is half waar, maar de tweet is wel belangwekkend, omdat het ongelooflijk veel weerstand van de Kamer kreeg wat Henk Krol daar zei. Ja, wat op zich heel raar is, want jij zei dit tegen mij. Ik zeg, dit is een grapje dit. Maar toen zijn we even gaan googlen. Dat is een soort procedurele afspraak. Dat als er verkiezingen komen, dat er dan een reces is. Ja, dat is het bewijs ook dat het gewoon krankzinnig is om die verkiezingen te doen. Gaan ze nog door of niet? Wat denk je? Hoe bedoel je door? 17 maart. Nou ja, als ik de peilingen zie, Rutte is gestegen. Nee, maar de verkiezingen, de echte. Gaat het gebeuren of worden ze uitgesteld? Ik blijf erbij, ze worden uitgesteld. Ja, hè? Weet je, ik ben een mannetje van de voorspellingen. En ik weet het niet. Ik weet het niet. Kijk, weet je, voor mij is het slot op de deur om het niet te doen, is omdat Rutte zo hoog in de peiling staat. Dus die heeft er helemaal geen belang bij om de verkiezingen uit te stellen. Ja. En Rutte is toch de baas. Ja, maar ja, aan de andere kant, als je tot de conclusie komt dat straks volgens meneer Van Dissel en het RIVM dat we de derde golf krijgen half maart, willen zij op hun geweten hebben dat er weer een nieuwe besmettingshaard ontstaat in de verkiezingshokjes? Ik ben benieuwd. We gaan het zien, we gaan het zien. Ik had in ieder geval wel goed met mijn voorspelling over het schaatsen. Hè? Weet je nog dat we in december spraken? Ja. Alle februari. Ja, ik zei dat we in januari gingen schaatsen, toen het in Nederland 10 graden was. Ja. En jij zei dat het februari was en je hebt helemaal gelijk. Ja en dat moet ik zeggen, Yves. Ik krijg het dan wel moeilijk. Hè. Kijk, als het sneeuwt in Amsterdam, behoorlijk sneeuwt, dan bestaat er niets mooiers. En ik ben er niet. En ik zit natuurlijk ook de weerkaart te bekijken en de voorspellingen. En dan heb ik wel heimwee, hoor. Lekker met mijn kleinkinderen op het sleetje lachen. Heerlijk, man. Een sneeuwpop maken. Heb ik met die kinderen van vroeger, mijn kinderen toen ze klein waren, ook gedaan. We hebben zoveel schik gehad met sneeuw. En dat ga ik nu missen. Ik zeg, ik kan ook niet weg nu. Want je moet wat de test die allemaal moet doen. Daar ga ik zo nog wat over vertellen. Van idioterie, maar dat is toch wel een beetje moeilijk. Nee, ik kwam gisteren thuis. Ik heb lekker de noren uit de kelder gehaald, uit het vet. Ah. Ja, ik weet niet of ik het nog kan. Het is alweer een tijdje geleden. Maar verlies je niet. Alleen je bovenbeenspieren zijn natuurlijk. Die moet je nu eventjes een beetje. Maar die zijn sterk hoor, bij mij, Erik. Oh, je sport ook veel, hè? Ja, nee, daarom. Nee, ik heb er zin in, ik verheug me erop. Dus ik denk dat het een grote gezelligheid wordt. Daar zijn de mensen aan toe, dat denk ik wel. Ja. Hey, Erik, we hebben een nieuwe rubriek. We gaan pingpongen. We gaan pingpongen! Ja, pingpongen. Daar gaan we. Pingpongen. Pingpongen. Nou, we gaan er maar lekker voor zitten. Pingpongen met Erik en Yves. Oké, ik begin. Wie begint? Nee, ik. Ja. Fouten maakt niet uit, als je ze maar toegeeft. Nou ja, het ligt een beetje de hoogte van de fout. Dus ik ontsla personeelsleden niet als ze een fout maken. Ik ontsla personeelsleden als ze een fout maken en mij die fout niet vertellen. Dat is heel simpel. Want jij had dat, hè, vanochtend.
Ik heb iemand moeten ontslaan. Ja, heel vroeg. Die heeft een verschrikkelijke fout gemaakt. En die wilde dat ook niet toegeven. Is al een paar keer gebeurd natuurlijk. En ik heb gezegd, bemoei je er nou niet mee. Laat mij dat nou afmaken. Het is een grote deal. Bleef diegene maar tussendoor murmelen. Dat had ook met haar eigen commissie te maken. En toen heb ik gezegd, dit is het. Ja, ik heb hem moeten ontslaan. Helaas pindakaas. Yves. Ja, maar ik bedoel het eigenlijk meer de nieuwe excuusnorm van Hugo de Jonge. En goh, wat goed zeg, wat sympathiek. Ja, we hebben het niet op orde. Ja, hou eens op zeg. Ja. Hou op. Ja. Dus ja, ik vind het heel lief voor om elke keer te zeggen, ja sorry. Maar ja, ik weet niet of het zo werkt als wij dat soort fouten maken. Oké. Klopt. Ja, Rusland, wat vind jij van die Navalny? Dat hij 3,5 jaar de lik in is gegaan. Ja, nou ja, hij moet geloof ik 2,5 jaar de bak in. Hij wordt naar Siberië gebracht. Ja, dat is Rusland, Erik. Kijk, het is heel simpel. Je hebt Jack Ma in China. Die dacht dat hij groter is dan de overheid. Nou, die hebben ze gewoon... Alibaba. Alibaba. Die hebben ze opgepakt. En die hebben gewoon gezegd, joh, je moet nu gewoon je mond houden, anders dan kom je nooit meer vrij. Die past zich aan. Kijk, Navalny is natuurlijk wel een held. Alleen, is het slim... Ik denk het niet, want hij zit nu... We hebben het gezien toen met Godorkovsky. Die is toen ook naar Siberië gestuurd. Dat was een multimiljardair. Die wou Poetin wegsturen. Het is heel simpel. Poetin is gewoon groter dan dit soort figuren. Ja, en dan kan je het mee eens zijn of ik kan het niet mee eens zijn. Alleen, hij doet de wedstrijd niet handig. Hij denkt dat hij het hele volk kan mobiliseren. Dat hoorde je ook. En de Russen zijn ook echt boos. Weet je, hij heeft mijn sympathie. Maar het is geen slimme strategie, want hij zit nu 2,5 jaar in Siberië. En wees als niet, hij het overleeft? Als hij het overleeft. En wees niet verbaasd als ze het gewoon rustig verlengen met 10 jaar. Dus het is, het is bikkelhard. Ik heb heel veel sympathie voor deze man. Alleen, ik vind het niet handig van hem. Het is geen handige strategie. Het is heel stoer om op de barricade te gaan staan. Maar je moet wel een plan hebben. Je kan niet winnen van de staat, hoe graag je het ook zou willen. Je hebt het een keer geprobeerd, weet je nog, met die locatie waar jij je miljonairs ver wilde houden. Met die gasten, met die Kalashnikovs. Ik weet niet of je dat kan vertellen. Ja, nee. Vind ik een mooi verhaal. Ja, nee, ik weet... Heb je dat nog? Ja, nee. Wat bedoel je? Dat de eerste keer toen ik in Rusland mijn ronde ging doen? Toen je naar het pand ging, toen je naar het pand werd gedirigeerd, waar zij wilden dat jij die miljonairs ver ging organiseren, maar wat je niet hebt gedaan. Ja. Dat die gasten met die Kalashnikovs stonden, om je te intimideren. Ja, nee, dus ik werd uitgenodigd. Dus ik ging een rondje doen. Dus ik voor het eerst naar Moskou. Nou, dus ik sliep in het Kempinski. Nou, dan heb je zo'n chauffeur, is allemaal perfect geregeld. En we gingen van gebouw naar gebouw. Dus ik kom op een gegeven moment in zo'n oud Russisch Pravda-gebouw. Werkelijk waar, daar wil je nog niet dood aangetroffen worden. Als ze me geld toe hadden gegeven, dan had ik het niet eens gedaan. En ik word naar zo'n kamer geduwd. En er zit zo'n man, echt op grote afstand aan zo'n tafel. Naast hem zit een tolk en die man zit me heel intimiderend aan te kijken. En dan komen op een gegeven moment ook... twee gasten met Kalashnikovs een beetje zo naast me staan. Ja, en dus die vrouw zegt, je moet even je plan vertellen. Dus ik spreek op dat moment niet heel goed Russisch. Dus ik zeg, hoe bedoel je plan vertellen? Ik zeg, ik ben hier gewoon op oriëntatie en ik ga bepalen waar ik die beurs ga organiseren. Nee, zo werkt het hier niet. Ik zeg, vertel mij dan even hoe het werkt. Ja, u moet uitleggen wat uw plan is. Ik zeg, dan wordt het een heel kort gesprek. Want ik ga helemaal niet uit zullen leggen wat mijn plan is. Ik wil gewoon weten, Erik. Ik wil gewoon weten wat jullie voorwaarden zijn. En dan ga ik nadenken of ik het wel of niet hier ga doen. En vervolgens vertaalt zij wat ik zeg. Dus ik zeg, zeg dat maar tegen hem. Ik zeg, dat moet je letterlijk zo vertalen. Nou, dat deed ze natuurlijk niet. Maar op een gegeven moment komen die gasten met die Kalashnikovs. Die gaan echt zo naast mij staan. Zo. Bijna dat ding in mijn gezicht. Dus ik zeg tegen haar. Ik zeg, luister. Ik vind het prima als jullie me vandaag doodschieten. Daar heb ik geen moeite mee. Maar zorg dan in ieder geval wel dat er voldoende klanten zijn voor dit mooie avontuur. En toen kwam er een beetje ontspanning. En toen zei ik... Je bent niet bang voor dat soort dingen. Jij bent niet bang voor dat soort dingen. Jongen, ik ook niet. Je denkt toch niet dat ze me gaan neerschieten. Gekke geitje. En toen zei ik ook... Ik zeg, luister, Agalarov. Dus ik noem die naam, Agalarov. Nou, dat begreep hij, want dat is de grote concurrent op de rand van Moskou. Die had het mooiste centrum neergezet. En ik wist dat dat er geweldig uitzag. Dus ik zei, dat had ik als laatste dan. En toen kon opeens alles. Toen dacht ik, ik zeg maar tegen hem, kom met Amsterdam. Kom maar een keer naar Amsterdam. Wij laten ons toch niet gek maken door dit soort spelletjes. Ik zeg, wat voor gek denk je dat er tegenover je zit? Maar ja, ik ben er toen weggegaan. Toen dacht ik, joh,
Laat het gaan. Dan ga ik het niet doen. Okay. Maar goed, dat is Rusland. Erik, je had rolmopsen van oude hand. Ja, rolmopsen van oude hand. Kijk, ik weet wat ik al net zei. Ik heb af en toe best een beetje heimwee, weet je. Ik ben een Nederlander. Ik hou van Amsterdam. Praatje prut dingen, lachen, gieren, brullen op straat. De taal is niet goed. Ik ben een aardig Portugees, maar sociaal zijn ze hier een beetje. En soms zijn er die dingen die dan mijn heimwee activeren. En Intermarché is een supermarkt. En dan heb je oude hand rolmops uit Katwijk. Ja, niet zure haringen, maar rolmops. Hè. Dus, en vroeger hadden ze hadden houten stokjes. Toen werden het plastic stokjes. Nu zijn het weer houten stokjes geworden. Geweldig. Oude hand Katwijk, dank u wel. Ja, en dan loop ik langs die vitrine en dan staan die potjes met die rode deksel. En dan koop ik dat en dat zet ik in de ijskast. En dan heb ik wel eens honger op een bepaalde manier. Hè. Als ik het potje open doe en ik heb Portugese mensen en ze ruiken, dan gaan ze bijna over hun nek van die geur. Mm-hmm. En het geluid van die deksel, als je het open doet, pop, ja. Dat geluid van die oude hand rolmopse deksel, dat is zo'n karakteristiek geluid. En dat is heel raar. Ja, Yves, en dan krijg ik een beetje heimwee. Ja, mooi. Dat, ja. Maar het is ook een familiebedrijf. Familiebedrijf. Nee, die zijn overgenomen. Hè? Ja, maar dan komt er weer een nieuwe, snap je? Weet je, we hebben ook die augurken van. Hoe heet die man ook weer? Ik ben even zijn naam vergeten. Usbeke. We hebben zoveel mooie bedrijven, joh. Zoveel mooie bedrijven. Kom jij wel eens in die Joodse zaak op de Churchillaan? Is het Churchillaan? Nee, die bestaat niet meer. Broodje Meijer, bedoel je? Nee, Broodje Meijer, Schelderstraat. Oh, Schelderstraat. Nee, die ken ik ook. Er is een winkel die verkoopt alleen maar zuur. Allemaal Jood zuur. Mijn broer komt er altijd. Nee, die bedoel ik. Heerlijke. Die bedoel ik. Daar een beetje Broodje in de buurt van de Berlagebrug. Ja. Ja, dat bedoel ik. Is die weg? Ja, ik weet niet meer hoe die heet. Sorry. Volgende keer. Oké. Okay. Nou, Captain Tom. Nee, onze 100-jarige man is overleden. Ah, Erik, man. Wat een hartverwarmende man. Captain Tom, voor wie het niet weet. Ja. Die ging met zijn rollator. Wou die laten zien dat we de mensen konden steunen. Met een mooie crowdfundingactie. En die ging net zo lang doorlopen van links naar rechts. Ja. En die wou een paar duizend pond of zo ophalen. En dat werden, ik weet niet hoeveel miljoen het zijn geworden. Ja. En Captain Tom heeft corona gekregen, 100 jaar, en is overleden. Geridderd, de koningin. Met een zwaard ook. En hoe mooi was het dat Boris Johnson hem eerde. En hem echt als een held van Engeland beschouwde. Ja. Hij heeft gediend in India, hè? Wist je dat, met de Burma-campagne. Ja, ik vind het. Maar ik vind wat ik zo mooi vind is hoe Engeland deze man op een mooie manier heeft geëerd. En deze man is een held. We eren vandaag Captain Tom. Ja, Tom, waarvan akte? Ik hoorde Erik, je vertelde me dat, maar ik weet niet of je er ook wel eens komt. Er is een parenclub gesloten in Portugal. Dit is een verhaal, jongens. Ja. Dit is een verhaal. Ja. Er is dus COVID, alles gesloten, mag niet. En de politie kreeg een tip in een stad ergens in het noorden. De politie kreeg een tip dat er in een parenclub gewoon... Ja, dat is gewoon een parenavond. Ja, swingers. Allemaal mensen in een soort halve orgie. Of hele orgie, ik heb geen idee. Maar wat gebeurt er? Waar is die parenclub? Ja, die plaats kan ik me niet meer herinneren. Ergens in het noorden, bij Porto in de buurt. Okay. En op een gegeven moment, dat de politie wordt getipt, maar de media wordt ook getipt. En dus er stond een cameraploeg van de Korea, maar ja, en alles is gefilmd. En de mensen die uit een parenclub kwamen, die werden ook gefilmd. dus ik kan je voorstellen, je zegt tegen je vrouw, schat, ik heb een belangrijke zakenbespreking. Kom laat thuis. Je gaat met je minnares naar een parenclub. En je vrouw zit om 11 uur het nieuws te kijken. En die ziet jou uit die parenclub komen met een vrouw. Een beetje zoals, dat vond ik opmerkelijk nieuws. Ja, maar het was een beetje zoals die homo bar in Brussel. Met die commissaris uit Hongarije. Ja, ja. Van Orbán. Die bij de Orbánse partij zat. Die zijn een beetje anti-homo partij. Ja. En die man die liet zich in een paar kelders afrossen. En dat kwam uit. En die sprong toen uit het raam. Weet ik veel wat die kerel deed. Okay. Oh, wat prachtig. Hey, Ajax. Ja, Erik.
Ajax. Ja. Erg van Haller, hè? Dat ze hem vergeten zijn te registreren, die sukkels. Jongen. Ja, en het ging... Ten Hag nam het op, hè? Voor alle mensen. Die pakte eigenlijk de kogel. En die had het over een vinkje of zo. Maar ja, je haalt Haller voor 22,5 miljoen. Mede ook om in die Europa League nog wat te betekenen. Ja. Dan ging Peridot natuurlijk weer mij in de maling nemen van Haller. Toen zei ik tegen hem... Oh ja, ik hoorde dat eigenlijk vergeten Haller. Maar ik hoorde dat Feyenoord was vergeten om zich in te schrijven. voor de Europa League. Ja, nee, maar Erik, ja, wat een fout. Ze gaan ik weet niet, we nemen de podcast op voordat de definitieve beslissing is gevallen. Maar de UEFA-kennende of de FIFA, ik weet niet wie erover gaat. Ja, die blijven gewoon op het punt staan van ja, regels zijn regels. Want als ze Ajax dit gunnen, dan moeten ze het voortaan iedereen gunnen. Dus ja, ongekende fout. Ja. Dom. Ja, en die promes, hè? Jij vertelde mij dat die 5,5 miljoen verdiende in Moskou. Nee, ik heb even De Telegraaf zei 3,5 miljoen. Hoe zit dat? Nee, ik heb even gebeld. Want ik heb vrienden in Moskou. Ik zeg, wat gaat die jongen verdienen? Ik begreep, Erik, 5,5 miljoen euro netto. Dus hij doet het voor het geld. En het blijft toch hangen, dat steekincident. Het is, ja, ik weet niet. Ik ken hem, het is zo'n lieve, aardige jongen. Maar om de een of andere manier hangt er iets vaags omheen. Hè? Dat is, de Russen willen ook zekerheid. Als er een rechtszaak komt en hij moet terug, dan willen ze het risico niet nemen. Dus ja, daar zijn ze nog niet over gelijk uit. In. Ja, hebben ze gelijk. Ja, maar ik snap niet dat Ajax dat risico niet pakt. Ja, dat snap ik ook niet. Ja, maar dan weet je genoeg. Ja, dan weet je genoeg. Oké, okay. Erik, de jongens van Reddit. Ja. Kun je het even uitleggen aan de luisteraar? Ja, dat is een moeilijk verhaal met short gaan en hedge funds. Zijn nog een groot gedeelte kleine beleggers. Die hebben een hele grote belegger eigenlijk helemaal gesloopt. Ja? Leg het iets beter uit. Heb ik geen zin in niet. Oh, okay. Dat vind ik een moeilijk verhaal, omdat ik geen expert ben. Maar wat ik wel, sorry dat ik dat zo zeg, maar wat ik wel, kijk, ik wil een soort ander onderwerp aansnijden daarin. Ja? Kijk, ik vind, wij hebben onze podcast, soms op YouTube 40.000, 50.000 keer beluisterd. Op Spotify, op Soundcloud, jouw website 60.000, 70.000 keer. Die podcast van ons, ja, dat zit ergens tussen de 100.000 en de 200.000 luisteraars. Ja. Misschien wel, maar ik heb geen idee. We moeten dat eens goed tellen. Ja. Dus het houdt in dat we ook een soort commerciële kracht hebben. We zitten erover na te denken. Het kost ons heel veel tijd, heel veel werk. Gaan we achter een betaalmuur of niet? Maar ik zat eens aan een ding te denken. En dat kunnen we misschien ook ergens mee verbinden. Waarom maken wij ook geen zo'n crypto-coin? Ja. Ja? Dan ga je het aan de vliegen-coin. Ja? Ja? Dat zou ik wel eens willen proberen. Ik heb ooit eens een keer de hashtag ErikCoin in het leven geroepen. Hmm. En wat was nou mijn plan? Mijn plan was de ErikCoin in leven te roepen. Die verkopen we. En die hang ik als dekking. Want er moet ook dekking bij zitten. De meeste coins hebben geen dekking. Je koopt een bitcoin. Nou ja, je kan hem omwisselen in geld. Maar wat zit die, als dat niet meer kan. Ja, voor wat voor reden ook. Wat voor dekking zit er dan aan? Dat ik dacht, ik koop een heel groot, mooi, onroerend goed project. Ja, van 1,25 miljoen. Daar lenen we 15 miljoen bij van de bank. En ik geef die ErikCoin uit. Zeg maar voor 10 miljoen voor het eigen geld. Ja, dus wat ik de luisteraars wil vertellen, dat degenen die er echt verstand van hebben, hè, en dan praat ik niet over die hobbyisten, alsjeblieft blijf weg. Ja, om voor ons, om zo'n coin op de markt te brengen, er zit overigens ook een hele juridische status aan vast, want dat kan niet zomaar. Want er zijn zoveel mensen opgelicht in het verleden met dat soort dingen, met certificaten, met werk. En ik wil daar geen gezeik over hebben. Maar ik wil er een heel mooi onderliggend project aan hangen, met een prachtige winst. Mensen daaraan laten mee profiteren. En dat eigenlijk doen onder de hoed van een coin. Hmm. Ja, nee, maar ik vind het, dat even nog even dat uitleggen. Dit zijn die jongens van Reddit en die zijn toen massaal in het aandeel GameStop gegaan, een aandeel omhoog. Die gingen ook in een bitcoin, waar opeens dat was de Ripple. En die knalde omhoog op één dag, echt krankzinnig. Maar wat mij fascineerde aan dat verhaal, dat ik dacht van, kijk Erik, wij zijn hier aan begonnen en we gaan hier niet mee eindigen. We willen ook dat we een beweging worden.
wij moeten op een gegeven moment, wij kunnen echt wel met z'n tweeën 100 miljoen uit de markt halen. En als wij een coin gaan beginnen en we gaan samen met onze luisteraars op een gegeven moment belangrijke thema's aankaarten. En we gaan ook gewoon zorgen dat we daar geld mee gaan verdienen, want dat is hartstikke leuk ook. Ja, hoi. Ja, waarom niet joh? En dan kunnen we een machtig concept maken. Dus ik ken wel een paar jongens die dat weten hoe dat werkt. We gaan dit bestuderen en als het juridisch wordt, Erik, wie bellen we dan? Blenheim Advocaten natuurlijk. Ja, Blenheim Advocaten. Dan bellen we met Arjen Paardenkoper. Dat is onze huisvriend. Dat is de beste advocaat. En ik moet zo lachen, want hij is een fanatieke luisteraar van onze podcast. We mogen hem ook lekker noemen en we mogen ook grappen over hem maken. Maar hij vertelde mij een fenomenale anekdote. Dus hij zegt van ja Erik de Vlieger. Hij zegt, ik kan je een mooi verhaal vertellen. Want Ik heb met hem te maken gehad. Hij kan die naam niet noemen, want dan ga ik het beroepsgeheim schenden. Maar die komt dus op een gegeven moment in die toren bij jou met een heel verhaal over een conflict. En jij loopt daar rond op je blote voeten. En, Ik liep altijd rond op mijn blote voeten. Ken ik hem? Nou, die badjas, kijk, wat ik deed. Kijk, ik voelde me natuurlijk zo sterk. Ja, weet je, wat Parool schreef. Als de vlieger zijn handen in de gehaktmolen steekt, komen de gouden tientjes uit. En als je dat van jezelf leest, ik was hartstikke jong. Ik denk, nou, dat moet waar zijn. En ik had een management, prachtig management, zware jongens. De beste had ik gehaald. Veel geld, hoge salarissen. Ik moest ook rugdekking hebben met kennis. Hè, want ik wist ook een heleboel dingen niet. En wat ik niet weet, huur ik in. Dat is heel simpel. Ja, ga ik niet leren. Wat ik al weet, weet ik. Dus, en dan hadden ze een bespreking met de banken. Op de 17e verdieping, een prachtig kantoor. En prachtig. En er liep een dame rond. Er werd sushi geserveerd. En dan wachtte ik even dat ze in gesprek waren met management. En dan kwam ik binnen in mijn badjas. Van mijn slippers. En dan zitten die bankiers, die kijken naar zo van, what the fuck is this? Ja, wat is dit? En ik deed net even niks van de hand was en mijn personeel. En ik ging zitten in mijn badje. Ik zei, ja, ik ben net even boven in de sauna geweest. Maar, ik zat op de bovenste verdieping. Je zei, oh, was het lekker? Ja, heerlijk. Ja, heerlijk even in de sauna. Ik zei, jongens, hoe ver staat het met de deal? En dan bracht ik ze een beetje in disbalans. Dat zou ik nu niet meer durven trouwens. Als ik het in Portugal doe, ga ik de gevangenis in, denk ik. Of in een gekkenhuis. Maar dat deed ik, dat soort dingen. Maar met Blenheim, die jongen heb ik te maken. Het overigens een heel goed advocatenkantoor. Ja, nee, uitstekend. Nee, ja, hij is uitstekend. Maar hij vertelde mij dus dat hij kwam daar met een vrouw. Ja, die zat een heel verhaal te vertellen. Een andere advocaat. En jij zat naar die vrouw te luisteren. En je kreeg een visitekaartje van haar. En je vond het zo'n lulverhaal. Ja. Je pakt dat visitekaartje, maakt er een vliegtuigje van. Je gooit het naar haar toe. En je loopt gewoon weg. Ja, erg hè, ik schaam me er wel voor. Ik weet nog wel wat ik zei. Ik pakte haar kaartje aan en maakte een vliegtuigje. Ik gooide het niet naar haar toe hoor. En ik gooide dat kaartje en toen zei ik, ja, ik waardeer mensen altijd op de kwaliteit van hun visitekaartje. En die kwaliteit die doe ik altijd, maak ik een vliegtuigje van. En hoe langer die vliegt, dat is de betere kwaliteit van het visitekaartje. En deze vliegt niet lang, dus ik ga weg. Ja, allemaal dat soort onzin. Oké. Hey Erik. Kaag, Sigrid Kaag bij Dit is M. Ik vind het, mag ik even een korte toelichting voor de luisteraar? We hebben het al een keer eerder gezegd, maar er zijn ook nieuwe luisteraars. Het programma M wordt geproduceerd door de vrouw, huisvriendin, ik weet niet hoe ik het noemen moet, van Kasia Ollongren. En dan zat ze weer bij M. Nee, nee. Het is D66 omroep is het. Ja, maar Kijk, de schaamte is voorbij, Erik. De schaamte voorbij. Kijk, D66 wordt zo geplucht, dat is niet normaal. Dat komt natuurlijk omdat veel van die programma's, die redacties, D66'ers zijn. Ik bedoel, VPRO-voorzitter is een campagnemedewerker, was een campagnemedewerker van de D66. Het is allemaal D66 in de media. Martin Bosma van de PVV zegt dat perfect. Maar wat Kaag zei, hè. Kijk, die had het opeens over kansengelijkheid. Hè? En toen zei ze, je wordt uiteindelijk wat je is gegeven. En daar bedoelde ze mee, in het verhaal wat ze ervoor vertelde, dat haar ouders best centjes hadden en die konden voor haar een keuze maken of ze naar Cambridge, Oxford, of een Exeter ging studeren. Ja, die imbecile tweet. Dat ze, die vrouw staat natuurlijk niet in de werkelijkheid. Maar die zei dus eigenlijk, qua bezit, hè,
En nou is natuurlijk bezit van ouders, is dat best een graadmeter. Als iemand een bedrijf hebt of geld hebt en die gaat dood en die kinderen krijgen dat, ja, dan hebben ze natuurlijk misschien wel een voorsprong. Maar ze zei dus, je wordt uiteindelijk wat je is gegeven. En dat is niet waar. Dat is niet waar. Je wordt uiteindelijk wat je ambitieniveau is, hoe je wil leven. Ik bedoel, er zijn echt heel veel arme mensen in Nederland die hun kinderen laten leren en studeren. En die gaan zaken in en je ziet het aan start-ups. Die zijn ook niet van rijke ouders. Er zijn jonge kinderen die keihard werken. Er zijn zelfs asielzoekers die de taal leren en ook meedraaien normaal in de maatschappij. Voorbeelden ten over. Dus ze liegt. Dus ze liegt, want ze gaat alleen maar uit. Nee, ze liegt niet, maar ze is dom. Ze gaat alleen maar uit van haar eigen perspectief, want mocht zij uit een arme familie waren ze geboren, zegt ze dus, had ik niks geworden. Dat zegt ze. Nou, dat klopt. Ja, en weet je wat ik ook graag met de luisteraars deel, is de regie die iedere dag plaatsvindt op de achtergrond in relatie tot die praatprogramma's, die toch gewoon het beeld bepalen. Dat is allemaal regie. En als je te kritisch bent, ik zal er een aantal sparen vandaag, dan komen ze niet meer op dat specifieke tijdslot. Ze willen gewoon zelf het debat bepalen. En dat is toch wel eng, hè? Dus ik vind ook dat we daar ons tegen moeten verzetten. We moeten open debatten voeren. Maar de luisteraar moet begrijpen dat de regie op de achtergrond best wel een beetje DDR aan het worden is. En dat is eng. DDR, 100%. Kijk, Yves, weet je. Ik was verbaasd dat Bert Huisjes ook had goed gevonden dat ik bij opeens zou zitten. Want ik ben verbannen van de talkshows nadat ik de vloer heb aangeveegd met Jesse Klaver en met Joop van Rende. Ja. Die heb ik zo, te grazen genomen is een beetje lullig, maar die heb ik zo op een nummer gezet vanwege de onzin die ze aan het verkondigen waren. Ja, onder de ogen van allemaal mensen die er verstand van hebben. En eigenlijk sindsdien mag ik niet meer in praatprogramma's komen. Dat is prima. Dat maakt me verder niet uit. En ook als het vanuit onze podcast gaat, lieve Yves, dan moet jij dat doen. Ik hoef daar niet bij te zitten. We hoeven er ook niet met z'n tweeën te doen. Maar de D66-deken, en het is een open deur intrappen, want we weten het allemaal. De D66-deken boven de staatsmedia begint hele enge vormen aan te nemen, Yves. Hele enge vormen. Maar goed, zullen we naar de kwartaalcijfers van Google gaan? Ja, Google. Kijk. Heb je die gezien? Ja, die heb ik gezien. Dus even voor de luisteraar. Google valt onder de Alphabet. Hè, dat is het moederbedrijf. En Alphabet is ook bijvoorbeeld YouTube. Dus om even te duiden hoe groot deze partij is. Nou, dus waar praten we over? Vierde kwartaal. En daar had ik het ook over, hè, met Bert Huisjes. Ik zeg, wat zijn jullie aan het doen, joh? Ik zeg, gaan we nog eens een keertje een tegengeluid geven tegen al die verschrikkelijke Amerikaanse techbedrijven. En ook, dat had ik ook. Gaaiers. Amazon, ja? Hoe halen al die, dat moeten we echt benoemen, Erik. Hoe halen al die mensen in de huiskamers in Nederland het in hun hoofd om een bestelling voor een paar kwartjes minder bij Amazon te plaatsen of bij Alibaba? Die betalen niet eens belasting in Nederland. Hoe voor die paar kwartjes, hoe halen ze het in hun hoofd? Beste luisteraar, Yves Geirat heeft een wereldpunt. Je moet die dingen niet via Amazon bestellen online omdat het makkelijk is. Je sloopt daar de Nederlandse middenstand mee. Juist. Stop met bestellen van dat soort belastingontduikers. En even over Google, voordat jullie het weten. Google heeft het vierde kwartaal 15 miljard winst gemaakt. Goed, dat vinden wij niet erg. Iedereen mag winst maken. Ze hebben in 2020 41 miljard, Yves. 41 miljard. Ja, winst gemaakt. En wat het ergste is, en dat is echt het ergste, dames en heren, ze hebben in 8 jaar tijd via een constructie 128 miljard euro naar de Bermuda-eilanden gesluist. Ja, en met dat soort gasten werken we. Naar de Bermuda. 128 miljard winst staat bij bankiers op de Bermuda-eilanden. Nou, dat moeten we aanpakken, Yves. Dat moeten we aanpakken. Kijk, wij zijn natuurlijk in dat opzicht postzegeltjes. Maar we moeten dit benoemen. De mensen moeten begrijpen. Je moet niet adverteren bij dit soort belachelijke conglomeraten. Je moet geen bestellingen. Ik doe het ook niet, hè. Ik vind het echt gewoon belachelijk. Zij domineren ons leven. Ze hebben onze data.
Dat zijn de bedrijven waar ik toch wel graag eens een keer gesprek over wil hebben. Willen wij dat wel? Willen wij onze naam verbinden aan tech-instituten waar de CEO's, de aandeelhouders op een ongelooflijke manier hun zakken mee lopen te vullen. En dan roepen, ja, we moeten de wereld redden. We moeten meer belasting betalen. Ja, we moeten meer belasten. Ja. Het is krankzinnig. Ja. Maar het wordt vaak vergeleken met Nederlandse ondernemers. Nee, dit zijn gewoon Amerikanen die gewoon in ons systeem zich geïnfiltreerd hebben. En waarin wij op geen enkele manier meer tegen durven op te treden. We zullen nu wel weer worden geregistreerd. We zullen wel nu weer ergens worden verwijderd. Ja. Het is niet gezond. Ja. Het is niet gezond. Oh, ja, dat kan ook nog. Dat kan ook nog. Ja, hoor, krijgen we een vinkje, zoals Ajax. Maar ik wil wel Kees Verhoeven van de T66 wil ik een hart onder de riem steken. Want kijk, Kees Verhoeven, en ik heb altijd te zeiken op de D66, dat weet ik wel, maar Kees Verhoeven is wel een snuiter die er verstand van heeft. Mm. En Kees Verhoeven die gaat weg uit de Tweede Kamer, die weet nog niet, ik blijf hem maar vragen wat ga je doen. Ik denk dat hij het al weet, maar hij zegt het niet. Maar ik zou graag een eenheid willen hebben, ik wil het geen ministerie noemen, een eenheid in de Nederlandse staat die met 27 andere eenheden in de andere EU-landen, 26 dan, nu de Brexit, is precies die een wetgeving gaat formuleren. Ja, daar zijn ze nu een klein beetje al mee bezig met de EU, maar dat is heel moeilijk. Die verbiedt dat daar waar de winst gemaakt wordt, er geen belasting betaald wordt. Hmm. En dan dat Google 128 miljard in 8 jaar naar Bermuda sluist. Ja. Dat doet de maatschappij, daar hebben we helemaal niks aan. Helemaal dat is gewoon één groot stuk asociaal gedrag van die gasten. En die moeten we aanpakken. En by the way, Trump wilde ze aanpakken. Ja, en Biden pakt ze nu niet aan. Dus die linkse democraten zogenaamd, hè, Nederland, halleluja, Charles Groenhuizen, Elko Bos van Rosenthal, oh wat blij dat Biden er zit. Maar Biden gaat die big tech niet aanpakken. Want die hebben hem de zegen bezorgd. Ja. Asociaal gebeuren. Asociaal gebeuren. Hey, we hebben nog een asociale. Kees van der Laan? Ja, dat is een asociaal, ja. Dat is een asociaal. Leg even uit. Kees van der Laan. Nou, dat zal ik uitleggen. Kees van der Laan is de hoofdredacteur van de Trouw. Hmm. Trouw is in principe, goed, zijn krant met een bepaalde statuur is linksreligieus, zeg maar eventjes. Ja, maar oké, dat mag. Ja, een krant heeft nou eenmaal een karakter. Maar die had een hoofdredactioneel stuk geplaatst. En daar wil ik een klein stukje uit voorlezen. En het gaat over de PVV. Let wel, Yves, dit is een hoofdredacteur van een van de 4 grote dagbladen in Nederland. En Kees van der Laan die zei het volgende. Dat CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra een muizengaatje openlaat richting de PVV is een godspe. Net zoals de vraag in het algemeen of er samenwerkt kan worden met een partij als de PVV. Dat mag je zeggen, maar nu komt het. Veel eerder zou de vraag opgeroepen kunnen worden of de PVV in het licht van artikel 1 niet verboden moet worden. Yves. Hmm. Yves. Tussen de 15 en de 20% van de Nederlanders stemt op de PVV. Jij en ik stemmen daar niet op. Nee. Maar dat maakt niet uit. Nee. Wilders is een communicatie, heeft een paar dingen gezegd waarvan wij denken, poef, hadden wij niet gedaan. Nee. Ja? Maar dat, maar dat is het, ja, onbegrijpelijk. Een partij wil verbieden, Yves, dit is DDR+. Ja, nee, maar kijk, dat is gewoon die liquidatiepolitiek. Hè. Ze hebben nu zeg maar Thierry Baudet kalt gesteld. En nu gaan de pijlen op de PVV. Wilders. Ja. Triest. Ik vind het ook wel gaaiers hoor, Yves. Ik vind het ook wel gaaiers hoor. Ik vind het een hoofdredacteur dat niet kan doen. Nee, dat kan echt niet. Oproepen om een partij te verbieden. En ik moet je zeggen, ik vind Fleur Agema, daar luister ik graag naar. Ik vind haar over het algemeen geen Spaans praten. Ik vind dat ze goede dingen zegt. Het is Wilders is gewoon te extreem en dat is gewoon jammer. Dat is helemaal niet nodig. Ik bedoel, we willen ook toch verbinden met elkaar. Maar tuurlijk, goed. En Martin Bosma is een goeie. Die Harm Beertema is een goeie met onderwijs. Dat zijn echt wel kanjers. Maar goed, Yves, jij als... ik ga je geen woordvoerder van een familiebedrijf noemen, maar zeg maar het geweten van een familiebedrijf. Ik vind dat een fijne positie voor jou, zeker met de rust hoe je het altijd uitlegt. En, dus, en met hart en ziel dat je het voor dit soort bedrijven over wil nemen.
Je vertelde me verleden week dat je elke zaterdag naar een klant gaat, een familiebedrijf. Dan bel je me daar ook wel eens vandaan op en hebben we een fijne discussie met een eigenaar van een bedrijf. Het zijn geen middenstandsbedrijven, bedrijven een beetje voor hogere familiebedrijven. Met gezinnen ook in werken, met een bepaalde omzet, die ook een beetje bij jouw bedrijf horen. Wie is voor jou het familiebedrijf van de week en waarom? Ja, nou, dat is Lauwman. Dat is Evert Lauwman is een unieke ondernemer, stille ook. Die hoor je niet vaak. Die heeft een geweldig netwerk in Nederland opgebouwd met autobedrijven. Begrijpt als geen ander dat zij onderdeel zijn van de oplossing en niet onderdeel van het probleem. En wat bedoel ik daarmee? Dat ook de auto-industrie moet verduurzamen, moet meehelpen aan een schonere markt met veel meer elektrische auto's. Die heeft een ongelooflijk mooi netwerk opgebouwd in Nederland van ontzettend moderne, servicegerichte, klantgerichte familiebedrijven of autobedrijven. En een van de onderdelen is Lauwman Exclusive. Dat is zeg maar de bovenkant van de markt. Die zitten in Utrecht aan de snelweg met een heel mooi pand. Dat was vroeger van Frits Hessing. Daar worden hele mooie speeltjes gemaakt voor de liefhebbers. McLaren, Maserati. Er staan ook waanzinnige mooie Lamborghinis. Wat een respect heb ik hoe zij door deze crisis gaan. Zij hebben een super onderhoudsbedrijf. Als je een probleem hebt in de nacht, staan ze voor je klaar. Als je een probleem hebt in het weekend, staan ze voor je klaar. En knap om te zien, Erik. Ik was echt weer wederom onder de indruk hoe zij in deze crisis gewoon hun resultaten behalen. En waarom halen ze deze resultaten? Omdat ze dag en nacht werken, Erik. Ze slapen niet. Ze zijn positief. Als ik vragen stel, hoe kijk je naar het overheidsbeleid? En dan gaat er een hand voor de ogen. Ja. Wederom een bewijs dat wij Nederland, het grondstof van Nederland moeten zien en de focus moeten leggen op de familiebedrijven. En we gaan dat inclusief het personeel, die wil ik er ook bij noemen. Het zijn niet alleen de ondernemers, hè, want het personeel. Kijk, zie ik ook met mijn broer, die mensen die er allemaal werken, weet je, dat zijn toch mensen die met hart en ziel voor de zaak werken. Gewoon trots. En trots, niet alleen voor de salarissen zitten, maar ook een mooi bedrijf willen maken. Ja. En er ook hartstikke trots op zijn. Ja, en trots. Overigens worden we niet betaald voor dit betoog. Nee hoor, zeker niet. Want je meent het serieus. Ik meen het serieus. Nee, dat is goed. Mooi verhaal, Yves. Mooi verhaal. De leeuwen blijven in Artus. Maar nu ja, Erik, Sylvana, je vertelde me iets grappigs. Sylvana die was blij dat de leeuwen weg zouden gaan uit Artus, maar nu. Het was de twijfelgeval van de tweet van de week. You know? Weet je? Kijk, die Sylvana die schreef een tweet en die zei: Artus verwelkomde de eerste leeuwen in 1834. Bedenk even hoe en waarom die dieren hier tentoongesteld konden worden. En zeg maar nog één keer dat kolonialisme en imperialistisch machtsvertoon daar niets mee te maken heeft. Dus in 1834 hebben ze een paar van die beesten gehaald. En Sylvana doet dat imperialistisch machtsvertoon. Weet je, ja kijk, ja, die Sylvana, daar zitten ze altijd over te zeuren en de dingen. En weet ik, ja, die zit natuurlijk een beetje met een beetje linksextreme partij. Maar ik vind wel een mooie vrouw. En ik ken haar persoonlijk. Ik heb hem een aantal keer ontmoet. En ik weet niet of ik dat zo kan vertellen. Maar kijk, Sylvana, die hield van blanke rijke mannen. Laat ik het zo zeggen. Ja, hè, daarmee zeg ik niks mee. En ik zat in het Okura. En ik was een keer uitgenodigd. Weet ik wat, voor een of andere presentatie. Er was toen een mannetje die altijd in de krant stond. En die denkt, nou, vlieger is een bekende. En die gaan we ook uitnodigen. En toen zat ik tijdens een lunch, prachtige lunch in Okura, zat ik naast Sylvana. Die zag er prachtig uit. Mooi. Ik vind een mooie vrouw. Mooi gezicht. Mooi lichaam. Ja, ze rook ook lekker. Ze rook zo zoet. Ja, mooi, heel zoet. Maar ja, Sylvana, die was ook, ja, net als die leeuwen in Artus, die weggehaald. Die in 1834 van Afrika naar Amsterdam werd gebracht. Sylvana was ook op jacht. Ja, ze was ook op jacht. Ja, en ik ben ook niet van plastic, Yves. Kom op. Dus elke keer, en het wijntje erin, nog een wijntje erin. Nou, de hoofdmaat was op en het dessert zou komen. En elke keer als ze wat tegen me zei, legde ze de hand op mijn bovenbeen. Tijdens die lunch. Wanneer was dit? Goh, Yves, dat moet. Ja, Yves, ik denk dat het 20 jaar geleden is. Maar was het? Ze is tweede week 50 geworden. Maar was het seksueel, was het ook? Ja. Ja, dat was het wel. En ja, weet je, ze bleven me maar aanraken, een keer of 7, 8 keer.
Ja, en ja, je kan een man natuurlijk wel op zijn arm tikken, dat snap ik. Maar ze tikte hem altijd op ze zat links van me, ze tikte hem altijd op mijn linkerbovenbeen. En toen? Toen is dat eigenlijk, er is niks. Ja, kijk, Yves, kijk, weet je, dat geloven de luisteraars niet. Kijk, als ik zeg dat er niks gebeurd is, geloven ze me niet. En als ik zeg dat er wel wat gebeurd is, geloven ze me ook niet. Ja? Dus laten we dat maar het raadsel van het eerste raadsel van onze podcast in 2001. Oké, okay, dus Erik de Leeuw van Sylvana. De Leeuw van Sylvana. Hey, we gaan het pingpong afsluiten. Jij mag mij iets vragen over onze grote vriend Diederik Gommers. Ja, kijk, jij hebt me een verhaal verteld over Diederik Gommers. Dat is een interessant verhaal. Dat ging om geld. Mm. Wij zijn natuurlijk kritisch op Jaap van Dissel over zijn 6 miljoen, ja of nee. We hebben Ab Osterhaus, die nou eindelijk uiteindelijk toegegeven heeft dat hij 5,6 miljoen via zijn vennootschap in privé heeft laten lopen. Veel geld. Wij zien wat mensen die in de testapparatuur zitten, die toch in leidinggevende posities zijn, ook op televisie komen, die wat centjes verdienen. Dus wij zijn ook een beetje op Diederik Gommers gaan pitchen. Dat verhaal ga jij nu uitleggen. Hmm. En daarna, je weet, toen ik dat verhaal hoorde, heb ik gelijk de telefoon gepakt. En ik heb Diederik Gommers gebeld. En net als jij met Van Dissel een voicemailbericht achtergelaten. Dus ik stel voor dat jij het verhaal vertelt. En dat je dan daarna even mijn voicemail laat afspelen aan ome Diederik, zeg maar. Ja, heel goed. Dus we gaan straks de voicemail van Erik de Vlieger voor Diederik Gommers. Daar gaan we straks mee eindigen. Ja, het kwam binnen. Eén seconde, Yves. Één seconde. Hoe lang zijn we bezig nu? 1 uur en 10 minuten? Ja, correct. Dus, ja, en wat, hoe lang wil je gaan eigenlijk? Ik wil het altijd wel binnen. Het was iets te lang. Ja, was te lang. We moeten altijd binnen de anderhalf uur houden. Aan de andere kant. Met uitzonderingen aangelaten. Ja. Ik krijg ook altijd wel terug dat mensen het lekker vinden. Dat ze het in twee delen doen. Er zijn ook mensen die vinden het te lang. Nou, mm-hmm. We kunnen toch niet iedereen blij maken. Dus we doen ons best. Nee. Maar dit onderwerp, hè, Erik? Kijk. Diederik Gommers. Ja, dus wat gebeurt er? Wij krijgen. Even een Marlboro'tje light pakken. Even een Marlboro'tje light pakken. Ja, precies. Ja. Ik had nog ruzie met die mensen daarvan. Van die elektrische sigaretten. Wat dan? Die moesten nog een rekening betalen. Oh ja, hadden ze geadverteerd? Nee, dat mag niet, hè? Nee, dat brengt ze nu nog geen problemen ook. Nee, ik heb ooit iets. Dat is heel gevoelig allemaal. Reclame. Als de reclamecodecommissie nu meeluistert. En die denkt dat wij Marlboro Light tegen betaling zitten te promoten. Boete. Zou het zijn? Boete. Kut Rabobank. Rabobank. Hebben ze al gereageerd? Die kut Rabobank. Nee, maar ABN AMRO is een goede bank, hoorde ik gisteren van onze vriend Peridot. Erik. Diederik Gommers. Ja, nee, dus ik heb jou net verteld natuurlijk over die nieuwe rockster van de Nederlandse televisie. De CEO marktkapitein van Pfizer. Dat is onze nieuwe rockster. Die geniet. Die vindt het allemaal fantastisch wat er aan de hand is. Nou, ik vind dat niet. Ik vind dat niet. Ik vind dat ze die patenten moeten vrijgeven. Maar die Gommers, daar had ik toch altijd het gevoel van, ja, hij is een leuke man. Die duidt het rustig. Dat deed hij toen natuurlijk heel slim ook met die Famke Louise. Hè? Die helemaal inpakte. Ik denk, die man zou toch. Respect voor corona. Die heeft toch geen honger op geld. Maar wat blijkt nu? Het lezingencircuit, Erik. Het lezingencircuit. Ja. Ja. Daar doe jij ook wel eens aan mee. Ik ook. Wat vraag jij trouwens voor een lezing? 3.500 euro. Ja, oké. Nou, ik doe daar ook wel eens aan mee als het een leuk onderwerp is. Ik vraag 5.000 euro, vind ik genoeg. En wat ben je? Vraag je 5.000 euro smeerpijp? Ja. Wat zou mij bewaren? Ja. Dan gaan we gewoon kiezen een onderwerp uit. Maar nu, wat denk je dat die Erik kost? Ik weet het, dus zeg het maar tegen de luisteraar. Ja, nee, Diederik vraagt dus voor een verhaaltje over de vaccins en de strategie en hoe dat allemaal werkt. 7.500 euro. En nu kregen wij. Dat mag hoor, ik vind het allemaal prima. Alleen. Ik vind wel veel geld, Yves. Ja, ik zeg altijd: dat is vraag en aanbod. Maar.
Maar deze vind ik een ethische. Dus wij kregen per ongeluk inzage in correspondentie. Ja, ik noem het even netjes, hè. Per ongeluk. Ja. Ik hou mijn mond dicht nu. Ja, want hij zit bij het sprekershuis. Daar zit hij bij. Oh, daar zit jij ook bij of niet? Ik zeg niks. Ja, wij kregen per ongeluk inzage in de correspondentie tussen een aanvrager en een lezing met meneer Grommers, die dan gaat vertellen via de digitale snelweg hoe ongelooflijk complex, hoe ongelooflijk uitdagend het hele vaccinatieproces is. En er wordt dan ook gevraagd, is hij beschikbaar en hoe laat kan het en hoeveel kost het? Nou, Diederik is beschikbaar, kost 7.500 euro. Maar nu komt hij. Dat wordt dan allemaal gedaan vanuit de kamer van het Erasmus Universiteit. Ja, en dan denk ik, Erik, onze vraag aan Diederik Grommers is, gaat deze 7.500 euro nou naar de bankrekening van Diederik Grommers tijdens de tijd van de baas? Of gaat deze bankrekening en betaling keurig naar de Erasmus Universiteit? Nou, ik denk dat wij het antwoord weten. Doe eventjes nu mijn voicemailbericht instarten. Alsjeblieft. Ja? En dan praten we erover door. Daar komt-ie. 1, 2, 3. Geachte meneer Grommers, beste Diederik. Dit is Erik de Vlieger uit de podcast met Yves Geirat. Het 1-2'tje met Yves. Wij horen dat je lezingen gaf. Wat leuk, want dat doe ik ook. Daar vraag ik 3.500 euro voor. En dan reis ik ook nog eens naar de mensen toe. Jouw prijs is echter 7.500 euro. Goed hoor, geld verdienen vinden wij namelijk niet erg. Integendeel. Maar we hebben een andere vraag. Je houdt je lezingen online. Vanuit het Erasmus. Betaal je het Erasmus hier eigenlijk hiervoor? En doe je dat in werktijd? Zeg maar de tijd van de belastingbetaler? Of in privé-tijd? Nou, Diederik, ouwe deugd niet. We horen hopelijk van je. Doei! Ja. Nou, kijk. Ja, ja. Kijk. Ik hoop dat Diederik terugbelt. Ja. Maar, ja, kijk, ethisch. Ja, ethisch, Yves, dat is ethisch. Dat zijn maar van die moeilijke vraagstukken. Maar kijk, het Erasmus wordt natuurlijk wel... Ja, dat is met belastinggeld. Ik bedoel, dat terecht, weet je, dat is eigenlijk overheid. Laten we even eerlijk zijn. Dat is geen privé gebeuren. Dat is geen bedrijf. Hmm. En Diederik doet dat natuurlijk, ja, ook in de tijd. Hij staat misschien wel op de loonlijst bij. Hij staat op de loonlijst van de Erasmus. Doet hij dat in de tijd dat ze salaris betaalt? Dus met andere woorden, als hij dat doet, dan behoort die 7.500 euro de belastingbetaler toe, het Erasmus. Eerlijk is eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Ja. En daar gaat het eerlijk gewoon... is eerlijk. Ja, en dat willen wij van Diederik weten. Ja. Dat is het eigenlijk. En dat is leuk. En dit is er één. Ja. Dus misschien zijn het er komt wel 10. De factuur van Diederik? Komt de factuur van Diederik? Of komt de factuur van het Erasmus? Voilà, punt. Voilà. Oké, duidelijk. Erik, ja. We hebben vorige week gezegd dat wij toch eens een keertje willen praten over Build Back Better, over de Great Reset en over Europa. Nou, we hebben wel nu met elkaar afgesproken dat we dit zo'n ongelooflijk uitdagend thema vinden, dat we daar een hele podcast aan gaan wijden. We hebben ook met elkaar over gesproken, dat vind ik wel een leuke discussie trouwens, over die betaalmuur. Daar krijg ik heel veel verschillende reacties over. Wij gaan dat nog eens een keer doen. Ja, we gaan dat doen. Ja. Zullen we ook uitleggen waarom we dat gaan doen? Ja, doe dat lief. Doe jij dat dus. Ja, ja, kijk. Wij besteden ongelooflijk veel geld aan onderzoek. We willen niet geleid worden door sponsoren waar we lulverhalen over moeten gaan vertellen. We willen onafhankelijk... Unox. Kut, Rabobank. Chocoprins van de Beukelaar. Even serieus, ik ga even een chocoprins van Lu... Eerlijk, met vanillesmaak. Kijk, want ik moet even wat suiker. Ik hou ook van vanille altijd. Lekker, hè? Ja, ze hebben een ijsmaker hier in het dorp. Die is zo, het is niet dicht natuurlijk, alles is dicht. Die heeft zo lekker vanilleijs. Hoor je dat nu, dat ik dit een beetje zo aan het eten ben? Ja. Wel lekker. Ja. Nee, maar Erik, dus wij gaan dat doen. We hebben nog heel even de tijd nodig om dat platform te bouwen. En waarom we het willen doen? We gaan 2 eurotjes vragen per podcast. We gaan ook, als mensen het niet kunnen betalen, dan strijken we onze hand over het hart.
Maar we willen een beweging worden. En daarvoor is het gewoon nodig dat wij impact hebben, dat we enorme loyaliteit. We willen ook die grote show gaan doen. Dat kan in AFAS Live zijn. In Carré. Ja, en dan met Thomas erbij. Ja. En het is gewoon ontzettend belangrijk dat we een bedrijf gaan neerzetten met impact, met power. Dus we gaan het doen. En als we tot de conclusie komen dat er werkelijk waar helemaal niemand ertoe bereid is, dan zeggen we, nou, we hebben het geprobeerd. Nou ja, we gaan een andere route bewandelen. Maar ik vind wel die betrokkenheid. Je moet wel korting geven als ze 4 of als ze 10 keer luisteren. Nee, maar we maken er gewoon strippenkaartjes van. Hè? Dus we hebben gezegd een ruttetje. Dat is zeg maar, ja, als het toch allemaal niet uitmaakt, dan neem je gewoon de duurste. een aschertje. Als je het eigenlijk helemaal niet weet, dan neem je gewoon een goedkoopste strippenkaart. een wiebusje, ja, dat is een beetje zo'n sneaky. Hè? Dat is eigenlijk de duurste. Ja. Dus zo gaan we het doen. Maar ik vind het wel leuk, die discussies en die adviezen. Het is ongelooflijk, die betrokkenheid. Dus ik heb inmiddels ook een bestelling geplaatst voor een compleet nieuwe podcaststudio. Ja, dus, met de ik krijg ook een installatie. Ja, hoor, zeker. Ik doe het niet. Ja, vind ik wel fijn, ja. Dus jij dat onderwerp... Maar de Great Reset. Ja, de Great Reset. Hè. Kijk, dus eerst even één ding, hè, even voor de duidelijkheid. Ik vind dat het falen van Europa... dat dat toch wel nu bewezen is met die inkoop van die vaccins. Ursula von Leyen, kom op, Erik. Wat is dat voor een onzin? Ik bedoel, zij moeten één keer iets regelen. Zelfs dat kunnen ze niet. Nee, maar kijk, Yves, daar val ik je even bij in de reden. Kijk, het ergste zijn natuurlijk die partijen die maar meer Europa willen of meer EU willen. Terwijl we nu duidelijk bewijsbaar hebben met de vaccinstrategie dat ze er één grote rotzooi van gemaakt hebben. Ja. Maar ik was vanochtend heel vroeg op, en buiten was ik, doe ik alles vers. Hè. En toen ben ik op de site van de EU, van de Europese Unie, gaan kijken. Waar 55.000 mensen werken, waarvan 32.000 mensen ambtenaren voor de Europese Commissie. En 7.500 ambtenaren werken bij het Europese Parlement alleen. Dat was een soort personeelsadvertentie. En er viel mij één zin op, Yves. Dat was zo uniek. En daar stond het volgende. Om mensen te werven om bij de EU te gaan werken. En ik heb het ook op Twitter gezet vanochtend. En er staat dus, afhankelijk van uw persoonlijke... Dus eerst zeggen ze, kom naar Brussel of naar Luxemburg of Straatsburg. Want daar is het hartstikke fijn. We hebben winkelcentrum, dingen, uitgaansleven. Allemaal goed, het is zo fantastisch. Als u hier werkt, woont u ook fantastisch. Hè? Dat staat ervoor. En dan eindigen ze de advertentie met een zin. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie... kunt u recht hebben op extra's, zoals kindergeld, reiskostenvergoeding en ontheemdingstoeslag. Mm. Dat woord. Dus eerst zeggen ze komen en dan voel je en dan werk je er en dan zeg je, ik voel me ontheemd. En dan zegt iemand achter een balietje, een van de 55.000 ambtenaren, dan heeft u recht op een ontheemdingstoeslag. Ja, nee, maar had je wel eens van het woord gehoord? Nee, nog nooit. Maar wat ik jou wil vragen, Erik, over dat hele Europa. Wat ben jij nou? Ben jij nou een Europeaan of ben jij een Nederlander? Of ben je een Portugees? Wat ben je, hoe voel jij dat zelf? Yves, moet je goed luisteren. Eerst mijn familie. Dan mijn straat. Dan mijn dorp. Dan mijn stad. Dan mijn land. Dan Europa. En dan de wereld. In die volgorde zit ik erin. Ja. Dat blijkt is misschien egoïstisch, want we leven in een totaal gefabriceerde globalistische wereld, waar ze nu allemaal een beetje landbouwtechnisch zeg maar op terug willen gaan. Klein, klein, klein. Zoals ze die big techs en die grote online bedrijven maar hun gang laten gaan. Ik ben voor de oude EEG. Ja. Alleen maar voor de handel. Ja, echt alleen maar voor de handel. Dan kan je met opsporing, met veiligheid, je kan met wetgeving als het gaat om gezondheidsrisico's met producten, dat je die allemaal eenduidig een bepaalde speelveld geeft, al dat bedrijven, gelijke speelveld, snap ik ook nog, but that's it. Ik wil geen leger, ik wil niet dat de Griekse generaal tegen mijn zoon zegt in het leger als we oorlog hebben, je moet hem doodschieten. Ja, daar heb ik geen trek in. Ja, daar heb ik allemaal geen trek. En dat willen ze allemaal. Die GroenLinks, PvdA, VVD, D66, ChristenUnie, eurofielen. Die wil dat we ons prachtige recht, de soevereiniteit, weggeven. Ik wil soeverein blijven. Ja. Als mijn straat een zootje is, spreek ik mijn buren erop aan.
Ja. Ik wil soeverein blijven in waar ik leef. Dus in die volgorde ben ik een Europeaan. Yves. Ja, nee, ik zit op één lijn met jou. Ik ben heel erg trots op Nederland. En ja, ik vind, ja, tuurlijk. Het lijkt wel of het woord Nederland, of dat het een raar woord is geworden. Ik vind het vervelend als mensen zich gaan bemoeien met mijn identiteit. En ik ben blij hier in dit land. Ik wil ook hier blijven. Ik wil niet een gevoel krijgen dat je hier om wat voor reden ook, omdat ons zoveel regels worden opgelegd, dat je ongelukkig wordt in je eigen straat of in je eigen stad of noem het dan maar op. Dus ja, ik vind het een hele lastige. We gaan hem heel uitgebreid bespreken. Daar gaan we ook echt ons behoorlijk in verdiepen. Dat hebben we trouwens al gedaan. Maar een nexit vind ik een raar woord. Een nexit, weet je, dat is weer gedoe. Maar ja, het is allemaal gedoe. Dit maar, is kijk, basis voor gedoe. Wij werden hier door deze discussie wat we nu hebben, komt doordat we Build Back Better noemden en The Great Reset, omdat we daar geïntrigeerd door zijn. Ja. Hoe werkt dat nou precies? Daar hebben we natuurlijk nu te weinig tijd, maar het komt erop neer, eigenlijk hetzelfde principe als de steeds meer dominant wordende prutsers van de EU, dat er politici zijn die roepen dat we, dat is in juni begonnen, Build Back Better van het World Economic Forum, dat we eigenlijk in een hele nieuwe maatschappij terechtkomen. Ja, en dat noemen ze dan uiteindelijk onder de grote hoed van het World Economic Forum de Great Reset. Ja. Een van de belangrijke dingen van de Great Reset, dat is zeg maar meneer Swaap, die heeft er een boek over geschreven. Dat boek ben ik niet aan het lezen. Die man is gek. Ja. Je moet dat gekhuis. Die man is gek. Ja, die is een enge man. Die is gek. Die is gek. Die zegt ook gewoon alle bezit. Ja. Alle bezit moeten we afzweren. Hmm. Ja. Dat moet eigenlijk centraal terechtkomen. En dat zeggen ze ook gewoon letterlijk. Hè? Centraal moeten stoppen met het hebben van bezit. En alle bezit wordt dan, en dan komt de vraag, de belangrijke vraag die wij moeten gaan beantwoorden. Dat bezit gaat dus naar een centraal geleide overheid. Want het bezit moet ergens zijn. Ja. Ja, ik heb een zwembad, maar ik weet niet, moet die goed, die geef ik dan aan een lokale gemeente. Maar wie maakt het schoon? Zomaar een vraag. Ja, zomaar een vraag. Nou, dus die imbeciel, die Engert, die wil dat we het allemaal in een situatie terechtkomen waarbij een totaal centraal geleide overheid ons allemaal bekijkt. En het erge is, de grote bedrijven doen er gewoon aan mee. Hè. ING zit erbij, ABN AMRO, Rabo zit erbij, BlackRock zit erbij, Unilever zit erbij. Dat is allemaal in juni in het World Economic Forum zijn ze erover gaan praten. Dat is een hele, als je dat zo leest, is dat een hele enge gewaarwording. En daar moeten we een aparte uitzending over doen. Dat is heel moeilijk trouwens, hoe we dat gaan doen. Maar dit is toch een gevaarlijke ontwikkeling. En Rutte begon ook Build Back Better te noemen. En die gekke Henkie Krol in de Tweede Kamer, die begon er wel een vraag over te stellen. En toen ging de journalisten, en daar schrok ik een beetje van deze week, die gingen een rondje vragen stellen bij de Kamerleden. De meeste Kamerleden weten geen eens wat het is. Die hebben er geen zelfs Geert Wilders. Zelfs Geert Wilders niet. Nee. Ja? Tenminste, zelfs. En de meeste mensen hebben geen idee. Nee. En dus als het World Economic Forum met zo'n heel groot dominant voorstel komt, en een Kamerlid stelt, daar kunnen we daar eens een keer over praten. Ja, nou heeft hij met pijn en moeite krijgt hij een brief van Rutte over Build Back Better. Ja. Ja, dat vind ik toch een gevaarlijke situatie. Ja, het is een hele gevaar. Het gaat niet gebeuren. Kijk, de intenties zijn er. Weet je niet? Weet je niet? Nee, maar luister, we zijn niet gek, hè? Gelukkig bestaat er. Kijk maar eens naar de opiniepeiling voor de verkiezing. Ja, dat is maar wel gek. Ja, maar ik hou van internet op dit onderdeel. Ik hou ook van onze twitteraars, die gewoon gelukkig een scherpe geest hebben en ook niet gek zijn. Het kan niet zo zijn dat wij over 20 jaar in een samenleving zitten waarin we gedomineerd worden door Google, Microsoft, een paar idioten van BlackRock, allerlei politici onder de label van Ursula von Leyen, die gaan uitleggen. Straks gaan ze nog bemoeien met wie we wel of geen seks mogen hebben. Joh. Het houdt een keer op. Wij willen gewoon leven, Erik. En we zullen daar ons ook tegen verzetten. Tegen deze oplegging van bovenaf. Het gaat niet lukken. Geloof mij. Het gaat gewoon niet lukken. En we gaan in een volgende uitzending tot in detail over praten. En ik wil nu namelijk met je afsluiten. We gaan namelijk de Manolev Award uitreiken deze week. Ja, kijk, jij wil afsluiten, hè? Dat is goed. Maar ik wil nog eventjes iets anders zeggen. Kijk, een vriend van mij, en het is even om de gekte aan te duiden in de EU,
Ja, een vriend van mij die besloot om van Portugal naar een Nederlandse jongen om van Portugal naar Nederland te rijden. Hmm. En die, maar het is allemaal, die grenzen zijn dicht. Het is allemaal moeilijk. Dus die komt bij de Portugees-Franse grens. Als je Portugees bent, kom je er niet uit. Zeggen ze, wat ga je doen? Bewijs wat je gaat doen. Kom je niet Spanje in? Dat is heel apart. Ja. Nou, zeg, bij Nederland, ik ga terug. Wat hebben we eraan? Komt bij de Spaans-Franse grens. Zeggen ze, heb je een PCR-test? Hij zei, die heb ik niet. Zeg, kom je het land niet in? Hij zei, ik moet naar Nederland. Ik rij alleen maar door je land. Hij zei, je komt er niet in. Franse douaniers. Nou goed, hij blijft er staan, moeilijk. Ja, zit hij zo 800 kilometer verderop, moet ik terugrijden. Op een gegeven moment, kom toch maar mee. Ging je naar een kantoor, bij de Franse douane. Zeiden ze, goed, hier is een boete van €135. Betalen mag je gaan. Ja, ze zijn gek geworden. Helemaal gek. Ze moeten de mensen beschermen. Maar dan betaal je een boete en dan mag je gewoon door. Ze zijn gek geworden. Nee, maar helemaal gek. En dan geef je wat geld. En het is allemaal handel, ja. Erik. Weet je, ik ga hem afsluiten. Ik wil de Manolef Award. Oh, sorry. De Manolef Award. Mijn voorstel is Kees van der Laan, hoofdredacteur Trouw. Jeetje. Ja, ik ben het dit keer wel met jou eens, eigenlijk. Dit is namelijk een onbekende. Ik ben zelf altijd... Ik vind de Trouw namelijk over het algemeen best wel... Een evenwichtige krant. Alleen hier vliegt hij gewoon uit de bok. Erik, ik geef jou een keer gelijk. Is het hem? Daar komt hij. De Manolef Award. De Manolef Award van deze week is voor Kees van der Laan van Trouw. Hartstikke idee. Hey, wat ga je doen dit weekend? Niks. Niks. Ik kan niks doen. Ik kan nergens naartoe. Ik kan een beetje natuur bekijken. Het regent. Maar niks. Ik ga lekker een beetje twitteren. En ik ga oestertjes... Die winkel is dan wel open. Oestertjes eten. Lekker een beetje ouwe hoeren. Bellen, FaceTime, vrienden, familie. Mijn kinderen. Gewoon gezellig een beetje. Ja. Niks. Niks. Een beetje nadenken. Wat schrijven. Mailtjes. Ik heb ook wel mailtjes. Er zijn mailtjes wat vind ik moeilijk te behandelen. Zo'n stomme makelaars, die willen er wat. En die zet ik dan apart eventjes. Als ik tijd heb, dan geef ik ze. Je weet het nooit. Kan er een deeltje uitkomen, weet je wel. Vind ik leuk. Je weet wat wij gaan doen. Ja, wij wachten op de sneeuw. En we wachten op de bevriezing van de Amsterdamse grachten. Ach man. Maar 9 jaar geleden heb ik nog schaatsen. Ik heb er zo'n zin in, jongen. Ik vind het heerlijk. Ja. Heerlijk. Dat vind ik ook het... Ja, dat is gewoon dat prachtige plaatje van straks van al die grachten die gewoon helemaal dicht... Ja. Het gaat echt gebeuren, hè? Het wordt een week lang met enorme kou. Ook qua gevoelstemperatuur, ik geloof wel -10. En sommige gedeelten van Nederland zal het misschien wel -15 worden. Dus ja, het is lang geleden, hoor, dat we zo'n lange periode... Het zou toch niet gebeuren, trouwens, dit jaar... dat er straks gewoon een Elfstedentocht kan en dat die niet mag. Dat zou toch wel werkelijk wat zijn. We gaan het gewoon doen, hè? Die kunnen ze wel doen. Ze kunnen het wel maar dan met de racerijders alleen. Ja, dat kan. Dat klopt. Dat moeten ze wel doen. Als ze het kunnen doen, moeten er 150 gelicenseerde schaatsers moeten wel die race gaan doen. Want ik wil om 4:30 wil ik ze in die coach zien staan, Yves. Dat wil ik. Ik vind het prachtig. Dat vind ik een van de mooiste sportevenementen die er zijn. Ik heb daar nog één kijkerstip. Dat zag ik woensdagavond. Er zaten twee jongens bij op één die met z'n tweeën even de oceaan waren overgegroeid. Heb je dat gezien? Nee. Wat fantastisch. Wat een helder zijn dat, zeg. Die gaan gewoon eventjes met z'n tweeën de hele oceaan overroeien. Ga mee een stukje roeien. Ja, dat is toch niet normaal. Het is geweldig, jongen. Wat een mannen zijn dat. Prachtig. Dus ook voor hun groot respect. Erik, ik ga jou nog bellen vanavond. En ik ga nu de boel afsluiten. En ik ga de schaats in het vet zetten. Nee. Wat? Ik wil dat je nog een keer, een keer... Ja, daar komt-ie. Ja, je hebt gelijk. Het lied van Thomas Acta doet. Ik wens alle luisteraars een fijn weekend. We spreken jullie volgende week. En hier is Thomas Acta. Bye. Ik moet soms wat kwijt, wat ik vind ervan. Littekens en jeuk, die koester ik maar dan. Duidelijk en luid, riemen vast vooruit, onze mening. Duidelijk en luid, riemen vast vooruit.
moet soms wat kwijt. Mijn mening. Meer dan 80 jaar ervaring. Ja, lieve luisteraar, dank voor het luisteren. Dit was de Gigs van deze week. Maandag dan ben ik er weer met de Uitblinkers. Met een mooi gesprek met Bert Huisjes, de baas van WNL. De bekende omroepmaatschappij. Ik hoop dat u genoten heeft van het betoog en het gesprek wat ik met Erik heb gehad. Ja, en ik ga u een heel, heel mooi weekend wensen. En ik heb het er al verteld. Ik verheug me enorm op de sneeuw. Ik verheug me op het ijs. Ik hoop dat we weer kunnen schaatsen. En daarom heb ik voor u een speciaal fragment uitgekozen. Verduin heeft alles bewaard voor het laatst. Kleine geeft het op. Kleine is weg. Kleine is weg. Van Bentum is. Van Bentum stopt. Weg. En daar komt Hulsebos. Daar komt Hulsebos. Rechts in beeld, in het midden Angenent. Het woord Angenent. Angenent of Hulsebos? Hulsebos. Het gaat om centimeters. Hulsebos of Angenent? Hulsebos of Angenent? Het wordt Angenent. Henk Angenent uit bovenaan de Rijn. Henk Angenent is de opvolger van Evert van Bentum. De beroemdste spruitjespreker van Nederland wint de 15e Elfstedentocht. Tjonge jonge, wat was die man sterk.